Hartelijk welkom allemaal. Fijn dat u er bent. Regen en wind. Maar hier gaat de politieke hart natuurlijk sneller van kloppen. Mijn naam is Joeri Albrecht, ik ben directeur van de Bali. Ik ben blij dat u hier bent. En hier gaat het politieke hart echt van kloppen. Achterafzaaltjes, rokerige achterafzaaltjes. Ja, rokerig is het helaas niet meer. Achterafzaaltjes is het nog steeds wel. En fijn dat u er bent. U moest wat langer wachten, want we zenden dit live uit op Salto. En we zenden het uit op internet. En wij dachten dat de dames en heren politici daar wel even op wilden wachten. Omdat dan de kijkers thuis ook mee kunnen kijken. Dus hartelijk welkom, kijkers thuis. En natuurlijk, u bent er echt levend in de levende lijve bij. U kunt vragen stellen, u kunt alles zien, controleren of het allemaal echt gezegd is. U bent er echt bij op het moment dat u erbij moet zijn. We hebben een wethouder, we hebben twee zittende raadsleden en we hebben kandidaatsraadslid. En we hebben u. En we hebben Tim Wagenmakers, onze programmamaker, die vanavond het debat voorzit. Redacteur Tim Wagenmakers heeft een hele serie tot aan de verkiezingen. We hebben onder andere bijvoorbeeld Hou de Site morgen in de gaten, een landelijk lijsttrekkersdebat hier. En dit is de aftrap van die lange serie. We hebben ook sportdebatten, we hebben ook onderwijsdebatten. We hebben volgende week zondag een volgende 1-op-1 ronde. Maar u bent bij de eerste en u kunt nu gaan luisteren naar Tim Wagenmakers. Ja. Dankjewel. Ja, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik kon eigenlijk niet wachten dat we eindelijk aan de gang konden met de gemeenteraadsverkiezingen en dat we zo'n mooie avond voor u hebben. Mijn naam is dus Tim Wagenmakers, ik ben hier programmamaker. En ik wilde allereerst, want rondom politiek hangt soms een beetje het is niet altijd even vrolijk, maar ik wilde toch vanuit de Bali die dit organiseert zeggen dat ik het altijd enorm moedig vind als er politici zijn, gewoon Amsterdammers die zeggen, ik sta ergens voor, ik wil dat delen met de stad en u mag er allemaal iets van vinden. En u mag ze groot maken, u mag ze klein houden, u mag er eigenlijk op 21 maart mee doen wat u wil. Dus ik wil dat toch even gezegd hebben. Ik wil ook erbij zeggen, en dat lukt namelijk bijvoorbeeld niet altijd met landelijke politici, dat zij onze uitnodiging hebben geaccepteerd zonder enige voorwaarden. Ze zeiden, ja, we doen mee. Dat vind ik ook wel even noemenswaardig om te melden. Dus van enige onderhandeling is geen sprake. Goed, we zijn hier in de Bali bij de eerste 1-op-1 debatten. En we hebben gekozen om partijen tegenover elkaar te zetten die echt iets te debatteren hebben. Ofwel omdat ze totaal een tegenovergestelde visie hebben op de stad. Ofwel omdat wij denken, en we hopen dat zij dat ook zo zien, dat ze een beetje in elkaars vaarwater zitten. Dus dat ze ook wel de kans willen pakken om zichzelf te profileren. Want allemaal vechten ze dus om één of meerdere zetels in onze 45 zetels tellende gemeenteraad. Hoe gaan we het doen? We hebben twee 1-op-1 debatten. We beginnen zo meteen met VVD tegen CDA. Dat is een debat van ongeveer 30 minuten. Daarna is er ruimte voor 10 minuten vragen. Vervolgens hebben we een 1-op-1 debat met GroenLinks en Forum voor Democratie. Dan is er weer ruimte voor vragen en het is mijn nobele taak om te zorgen dat u iets na tienen aan de bar staat. We hebben geen stellingen, maar we hebben de lijsttrekkers gemaild met de vraag, neem nou een onderwerp mee waarvan jullie denken dat dat iets is waar je je op wil profileren. Dus in die 1-op-1 debatten hebben we eigenlijk steeds twee onderwerpen die we bespreken en ik zal daar tussendoor nog proberen zaken aan te stippen die niet genoemd zijn en iedereen bij de les houden. Voor u is er dus ook een rol, namelijk in die 10 minuten vraagtijd die we hebben. En normaal gesproken wil ik er niet zo streng in zijn, maar toch vanavond dan even de spelregels. Een vraag is een vraag, dus die eindigt met een vraagteken. En meestal gaat uw stem iets omhoog aan het eind van die zin, ten teken dat het echt een vraag is. En het lijkt mij goed als u probeert te zoeken naar vragen die ofwel een onderwerp aansnijden dat nog niet behandeld is en waarvan u wilt weten hoe de lijsttrekkers daar tegenaan kijken. Ofwel een verdiepingsvraag over onderwerpen die we al besproken hebben. En als u allemaal echt één goede vraag stelt, dan kunnen we in die 10 minuten, nou niet 2, niet 3, maar wel 4 vragen beantwoorden. En natuurlijk kunnen we aan de bar, ik neem aan dat alle lijsttrekkers ook wel behoefte hebben aan een borreltje daarna. Of een alcoholvrij borreltje in het geval van Erik van den Burg, weet ik toevallig. Dus dan kunt u ook nog uw vragen aan hun kwijt. Tot slot. Sommigen van u die zullen waarschijnlijk al weten op wie u gaat stemmen. Anderen zullen nog twijfelen. En u zult ook wel eens, zeker bij een debat, dingen horen waar u het niet mee eens bent. U bent bij een debat, dus daar bent u ook voor. En ik denk ook wel dat u dat aan kunt. Maar mijn vraag is dus om even uw vragen te verzamelen tot na die 30 minuten. En de lijsttrekkers ook echt de kans geven om hun visie op de stad te tentoonspreiden.
Ik probeerde heel streng te doen. Ik weet niet of dat overkwam, maar anders dan zeg ik het er maar even bij. Laten we snel beginnen met het eerste debat tussen CDA en VVD. Nou, de eerste, hij was jarenlang duo-raadslid voor het CDA. Hij is rechtsfilosoof. Hij is sinds 2017 fractievoorzitter van het CDA, een eenmansfractie in de raad. En hij viel op onder meer omdat hij heftig verzet voerde tegen erfpachtplannen van, het zal je misschien niet verrast in de oren klinken, wethouder Erik van den Burg, waar hij zo mee in gesprek gaat. Geef hem een warm applaus. Diederik Boomsma. Die kant. Ja, welkom. Gaan we meteen door. Als er iemand ervaren is, dan is het wel Erik van den Burg. Hij is al sinds 1992 in de Amsterdamse politiek. Ik las dat als stadsdeelwethouder. 87, nog langer. Zo. Wikipedia gaat niet zo ver terug, denk ik. Ik denk dat dat het probleem is. In ieder geval lang. Vanaf 2001 als gemeenteraadslid, is dat wel goed? Vanaf 2010 als wethouder. De afgelopen 4 jaar zat hij in het college met D66 en SP. Hij was wethouder bij de portefeuille zorg, sport, ouderen, ruimtelijke ordening en grondzaken. Erik van den Burg. Zo, heren. Voordat we in debat gaan, dacht ik, laten we eerst eens even proberen te proeven hoe jullie hier staan, in welke positie jullie partij zich bevindt. Dus ik heb eigenlijk voor jullie allebei een paar korte vragen. Ik vermoed dat er antwoorden zullen komen in de trant van, eigenlijk is dat een verboden antwoord, de kiezer is aan zet, want ik ben benieuwd wat u vindt. U heeft de afgelopen 4 jaar met de SP in een coalitie gezeten. Ziet u een samenwerking op links weer zitten? Meneer van den Burg, dat was dan, dat had je wel door. Met de SP en andere linkse partijen? Met de SP? Nou, met de SP. Ja, dus met de SP goed afspraken te maken. Ze denken hele rare dingen. En dat vinden ze ook waarschijnlijk van mij. Maar een afspraak is een afspraak. Dus het is een zeer betrouwbare bestuurderspartij. En u zei zelf al bij mijn vraag of de andere linkse partijen. Betekent dat dat een ander antwoord oplevert? Gaat u het linkse pact aan de meerderheid helpen? Dat weet ik niet. Wat ik weet is dat ik in het verleden goed heb samengewerkt met GroenLinks en met de Partij van de Arbeid. Prettige collega's, waarbij je minder voor elkaar krijgt dan in deze coalitie. Ik ga straks gewoon kijken, als ik mee onderhandel, waar het beste resultaat voor de VVD te halen is. U bent pragmatisch. Ik ben sowieso pragmatisch, dat moet je ook wel als VVD ja. In het linkse Amsterdam. Ja. Maar u zou misschien ook wel met het CDA willen samenwerken. Dat is samengegaan met een groep erfpachters, daar komen we straks nog wel even op terug, die volgens mij niet zo heel blij waren met uw plannen de afgelopen tijd. Nee. Is er op rechts een samenwerking mogelijk of is er nog wel een hobbel te nemen? Het probleem is, en het is geen kat, want ik heb er zelf 6, maar dat het CDA 1 zetel heeft. En 1 en 6, dat schiet nog niet echt op om een stabiele meerderheid van, om een stabiele meerderheid van 23 te halen. Ja. En ik vind het jammer dat het CDA gekozen heeft voor een fusie tussen het CDA en de erfpachtpartij. Omdat als ik naar de standpunten van de erfpachtpartij luister, en hoe ze zich ook de afgelopen tijd hebben opgesteld, dan denk ik dat het daarmee lastiger voor het CDA is om een compromis te sluiten in dit dossier. Wat altijd zal moeten als CDA, VVD geen meerderheid te halen. En hoe optimistisch ik ook ben, wij komen met z'n tweeën niet eens in de buurt. Dus een compromis om te sluiten. En we gaan zo debatteren over erfpacht, want het zal u niet verbazen dat Diederik Boomsma dat onderwerp heeft uitgekozen om u op te debatteren. Diederik Boomsma, zou u een, om dan toch even bij die erfpacht te blijven, een coalitie aan de meerderheid helpen met uw 1, 2, 3, nou misschien 20, maar ik gok dat het 1, 2, 3 is. Zou u een coalitie aan de meerderheid helpen waar afkoop erfpacht geen optie is? Dat is het nu al. Eigen grond, sorry. Het kopen van eigen grond. Gelukkig hebben we de wethouder erfpacht bij ons voor de feitelijke check. Ja. Ja, we gaan voor nog meer dan 3 zetels, zeker. Ja. Maar wij gaan wel, als we dan in een onderhandeling terechtkomen, en we zijn natuurlijk altijd bereid om met iedereen te praten, dan gaan wij wel heel harde eisen stellen inderdaad, voordat er echt een goede oplossing moet komen voor de erfpacht. Wat ons betreft is dat echt een van de belangrijkste opdrachten van de komende bestuursperiode, om een eerlijke erfpacht te realiseren. Ja. Maar zegt u dan dat u dat gaat doen of niet?
ja, dat gaan, we gaan dan onderhandelen. En als, ja, we moeten dan echt resultaten zien. Maar ik denk dat er ook wel beweging zit. Want inmiddels zie je ook op, bij andere partijen, zelfs waar je het niet zou verwachten, zie je, is er wel, zijn wel wat in beweging gekomen. Ja, op dat vlak. Ja. Dan nog even een ander kort onderwerp. Dit weekend werd bijvoorbeeld bekend dat de SGP mee gaat doen in Amsterdam. Wat, van ieder geval een lijsttrekker is gepresenteerd. De ChristenUnie doet mee. U krijgt wat concurrentie van Christelijk Amsterdam. Hoe gaat u, wat is uw belangrijkste onderscheidende kenmerk? Oh, nou kijk, allereerst, ik denk inderdaad dat het wel enige concurrentie is, maar dat die overlap niet heel groot is, eerlijk gezegd. Want wij zijn toch een christendemocratische partij. We zijn niet een partij alleen voor mensen die elke zondag in de kerk zitten. Die zijn bij ons van harte welkom, maar we zijn een bredere partij. Dus ik denk dat die overlap eigenlijk wel meevalt. U maakt zich daar geen zorgen om? Nee. Goed, u heeft beide een onderwerp aangedragen. Van de orde. Ja. Ik moet veel drinken, want anders... Oh, nou, weet je wat we doen? Ja, ja, er is... Ik nu vragen dat we elkaar aan het bevechten zijn. Dat hebben wij subtiel verstopt. Ja, maar... ja, nee, er komt zelfs een speciale karaf voor jou nog aan, denk ik. Ja. Nou, maar ik vind dit in ieder geval al hoopgevend, deze samenwerking. Ja. Erik van den Burg, toen u mailde, toen zei u, ik wil het heel graag hebben over woningbouw. Ik bedoel, dat is natuurlijk een heet onderwerp. Amsterdam vestigt bouwrecord na bouwrecord, bijna 10.000 woningen per jaar, iets daaronder. Dat is een grote nieuwbouw op stapel. Waarom wilde u het daar nou juist vanavond over hebben? Nou ja, kijk, je zei net in je inleiding van, we zetten of twee partijen tegenover elkaar die behoorlijk verschillend inzitten, Forum voor Democratie versus GroenLinks, of partijen die in elkaars vaarwater zitten. En ik denk dat dat tussen CDA en VVD buitengewoon meevalt. Ik ben niet zozeer bezig met de kiezers van het CDA. Omdat als je in Amsterdam op het CDA stemt, dan heb je over het algemeen wel een redelijke stevige overtuiging op het CDA te stemmen. Dat zie je vaker als partijen wat minder groot zijn. En bovendien, ik heb het ook wel eens een keertje tegen Diederik gezegd. Als ik 25% van zijn kiezers naar me toe weet te trekken, krijg ik er een kwart zetel bij. Ik kan beter mij richten op 10% van D66, dan heb ik er anderhalve zetel. Goed, dat heeft u gezegd, maar nogmaals, wat wilt u over de woningbouw? Nou, dus ik zocht, waar zit dan toch een tegenstelling tussen onze partijen? En wat je de afgelopen tijd hebt gezien, is dat ik als wethouder Ruimte, Ordening en Grondzaken veel voorstellen heb gedaan om meer woningen te bouwen in de stad. En daarin was het CDA redelijk vaak tegen. Bij de Sluisbuurt waren ze niet voor hoogbouw. Op andere plekken in de stad waren ze niet voor verdichting. Uh-huh. Mijn vraag was, en dat was waarom ik dacht, daar gaan we daar maar eens over hebben. Hoe zit het met de woningbouwplannen of ideeën van het CDA? Want als ik hun verkiezingsprogramma lees, dan zijn zij de enige, nou niet de enige, zijn zij daarvan de nu in de raad zittende partijen het minst duidelijk over. Ja, terwijl u zegt, we moeten hoogbouw, we moeten verdichten. 10.000 woningen bijbouwen, 5.000 voor de middeninkomens. Maar wij zeggen inderdaad ook verdichting, we zeggen hoogbouw. Ja. En wij zeggen, je moet dus echt kijken hoe je deze stad kan laten groeien. En de enige partij die dat met het, die tot nu toe vergelijkbaar standpunt inneemt als het CDA, is de Partij voor de Dieren. Ja. Goed, Diederik. Diederik Boomsma. Ja. Het verwijt is eigenlijk simpel. Hè. De stad, er wordt veel gebouwd, er moet veel gebeuren rondom de woningmarkt. Het is niet zozeer een verwijt, hè? Het is meer dat ik denk, een katje. Hier denken we anders over. Ja. Nou, volgens mij zoekt de heer Van den Burg hier een tegenstelling die er niet echt is. Want ook wij zijn er absoluut van overtuigd dat we moeten bouwen aan de stad. Ik bedoel, Amsterdam is de economische motor van Nederland. Er is een enorme behoefte aan meer woningen. Dus wij moeten absoluut ambitieus bij gaan bouwen, met name voor de middenklasse. En daar zijn we het absoluut mee eens. En niet voor niets. Kijk, sommige plannen waren wij kritisch en zouden wij het anders doen. Maar we hebben als CDA zelf het initiatief genomen voor Eiburg 2 bijvoorbeeld. Het grootste woningbouwproject ongeveer waar we deze periode mee zijn begonnen. Dat was ons initiatief. Daarnaast hebben wij gezegd, we willen meer woningen bouwen op marineterrein. In de Sluisbuurt vinden wij inderdaad 10 wolkenkrabbers vonden wij niet het beste stedenbouwkundige ontwerp. En zouden we zeggen, nou, dat wordt iets te dicht. Maar dat betekent niet dat wij niet voor woningen zijn. En zeker niet dat wij geen ambitie hebben. Maar bent u tegen hoogbouw of is het puur in de Sluisbuurt? We zijn niet tegen hoogbouw. We zijn ook sommige plekken in de stad lenen zich er prima voor. Bijvoorbeeld Amstel 3 onder de Arena, daar in Zuidoost. Daar kan je prima ook hoogbouwen. Alleen, je moet wel beseffen dat Amsterdam een unieke stedenbouwkundige geschiedenis heeft. En die moet je ook koesteren. En op sommige plekken is het dus duidelijk niet de bedoeling om daar hoogbouw te bouwen. En niet in de polder van de Sluisbuurt bijvoorbeeld. Maar elders kan dat wel. Voordat we weer naar Erik gaan.
Het belangrijkste voor de woningmarkt, ik hoorde het u in een bijzin zeggen, is volgens u die middeninkomens, die middenhuur. Absoluut, ja. Ja. En uw verdeling is erbij, als ik het goed heb begrepen, 30% sociale huur, 50% middenbouw, 20% vrije topsegment. Ja, dat is een algemene visie. We zeggen er tegelijk bij, in sommige plekken in de stad waar nu heel veel sociale huurwoningen zijn, meer dan de helft van de woning bijvoorbeeld, in de sommige wijken, daar kun je best meer middenwoningen nog bouwen. Dus die 30% is een richting voor nieuwe wijken. Want we houden wel van een gemengde stad. En die mensen moeten ook goede plek kunnen vinden. Tegelijkertijd weten we inderdaad dat de grootste nood en de grootste verhitting van de woningmarkt, die zit vooral op het middensegment. Ja. Op dit moment heb 15% van Amsterdammers ongeveer middeninkomen. En maar 5% van de woning is geschikt voor ze. Ja. Dus we moeten daarbij gaan bouwen. En dat gaan we ook zeker doen. Erik van den Burg, is voor u ook de middeninkomens het pijnpunt nu? Oh, u kruipt steeds dichterbij. Nee, ik ben wat meer zo gestaan. Ja. Stond ik zo met mijn rug naar de kant van de zaal. En voor u, uw visie op de woningmarkt, is daarbij ook de middeninkomens belangrijk? Absoluut. We hebben nu zo'n 5,5-6% woningen die bedoeld zijn voor de middeninkomens. Daar moeten we er veel meer van krijgen. Dus wij zeggen 10.000 woningen erbij, 5.000 daarvan voor de middeninkomens. En daarnaast moeten er een aantal woningen verkocht worden vanuit de sociale voorraad, ook bedoeld voor middeninkomens. Ja, daar wil ik het zo nog over hebben. U bent ook voor 20% sociaal, 50% midden en 30%. Nou, volgens mij keren wij hem net om. Precies. Zegt hij 30, 50, 20 en zeg ik 20, 30, 50. Het grappige daarbij is dat aangezien wij als VVD voorstellen om de woningbouwproductie te vergroten, nu in de huidige coalitiedeal is het 5.000 woningen. Wij zeggen ga naar 10.000 woningen. Nou, als je van 10.000 woningen 20% sociaal bouwt, dan bouw je net zoveel sociale huurwoningen als 40% van 5.000. En je bouwt in ieder geval nog meer dan het aantal sociale huurwoningen wat de afgelopen jaren per jaar is gebouwd. Want dat is nooit op de 2.000 gekomen. Nee, dat is absoluut waar. Dat is ook een mooi verhaal. Maar ik moet er toch wel even op wijzen dat wat de VVD heeft besloten, waar ze mee hebben ingestemd een tijdje geleden, is 40% sociale huur. Ja, want eigenlijk dat was dat tot 2025 de woonagenda, toch? Ja. Waarin u heeft gezegd, 40% sociale huur, 40% middeldure, doet hij het nog? Middeldure huur en koop, dat is waar u op doelt, hè? Ja. Daar heeft ze voor gestemd. Ja. Dus ja, dat klopt. U heeft al een hele hoop weggegeven als uw ambitie is. Deze coalitie hebben wij op het gebied van sociale woningbouw fors moeten inleveren. Ik vind 40-40-20, de verdeling zoals die nu is, vind ik niet goed. Alleen, ik heb hierop ingeleverd richting de SP om extra geld te krijgen wat ik nodig had voor erfpacht. En als ik een deal sluit met iemand, of het nou SP'ers zijn of D66'ers, als ik een deal sluit, dan vind ik dat je je daaraan moet houden. Ja. Nou, en Laurens Ivens die zei, ik wil meer sociale woningbouw in ruil voor steun voor jou extra geld voor het erfpachtdeal. Nou, afspraak is afspraak. En bovendien, vergis je niet, tot nu toe hadden wij in het coalitieakkoord staan dat er minimaal 500 sociale huurwoningen moesten komen. Hebben een linkse meerderheid met GroenLinks, PvdA, SP en twee van de drie eentjes. Dus de SP kon ook al zonder ons naar 40 toe gaan. Diederik, jij wil daarop reageren. Ja, dat is natuurlijk een mooi verhaal, maar het komt er toch op neer. In het verkiezingsprogramma roepen ze 20, maar ze stemmen voor 40. Nou oké, dat is dan een deal, maar ik moet wel constateren dat het een hele slechte deal was. Zeker voor wat we ervoor terug hebben gekregen qua erfpacht. Maar goed, inderdaad, ik moet wel zeggen, de VVD sluit slechte deals, maar ze houden zich er wel aan en dat kan je van D66 niet zeggen. Ja. Ik wil nog, ik heb nog een paar dingen waar ik gewoon even kort, voordat we verder gaan, jullie beide visie op wil horen. Dus een beetje, de SP heeft voorgesteld Amsterdam voor de Amsterdammers. Amsterdammers moeten voorrang krijgen op de woningmarkt, want die is helemaal oververhit en we moeten zorgen dat Amsterdammers daar een plek in kunnen vinden. Bent u daarvoor? Nee, ik vind dat je dat niet kunt zeggen. Ik vind dat iedereen welkom moet zijn in de stad. Ik maak wel een uitzondering voor bepaalde groepen die je voorrang kan geven. Bijvoorbeeld leraren, politiemensen, mensen met beroepen die we echt nodig hebben en waar een tekort is. Ja. Een enorm tekort aan leraren. En daar hebben vooral de zwakkere scholen last van. Dus die mensen kan je voorrang geven. Maar we zijn er niet voor om te zeggen, alleen Amsterdammers kunnen een huis kopen in Amsterdam. Ja. Erik van den Burg? Nou, ik vind het wel dapper dan van Lilian Marijnissen. Want je ziet dat dit is opgebouwd ook langs de lijn van de partijtop. Dat hij gewoon eerlijk zegt, wij nemen dit soort standpunten in omdat wij PVV-kiezers willen overhalen om op de SP te stemmen. Want er zit natuurlijk wel een element in van eigen bevolking eerst als je zegt, Amsterdammers krijgen voorrang. Ik vind dat niet een heel inhoudelijk antwoord op of u voor bent tegen. Nee, ik ben geen misverstand, ik ben er tegen. U bent er tegen. Ik vind dat iedereen zich in Amsterdam moet kunnen vestigen. Ja. En het grappige is, dan hoor ik inderdaad Laurens Ivens zeggen van, als je van buiten Amsterdam komt, hoor je op achterstand gezet te worden. De man komt zelf uit Doetinchem.
Niks mis mee, hè? Hij is welkom in... Ja. Nee? Nee. Maar jij vindt het ook niet. Dat is het verschil. Ja. Maar als je vindt... Hij komt zelf dus van buiten Amsterdam, maar vindt dat mensen die net als hij dezelfde stap willen maken om zich te ontwikkelen, dat die niet in Amsterdam thuis horen, want het andere woningen voor moeten gaan. En dan de volgende maatregel, want we zoeken natuurlijk naar maatregelen om die woningmarkt een beetje te ontlasten. Een woonplicht. Als je mag een huis kopen, je moet er wel in wonen. Er zijn een aantal partijen voor. Nee, dat kan je ook volgens mij niet zeggen, want je kunt ook een huis kopen voor je kinderen. Je kunt ook een huis kopen en gaan verhuren. Dat is als ze maar bewoond worden, daar gaat het om. En u? Daar zit ik iets anders in. Kijk, ik heb er geen moeite mee op het moment dat mensen of bedrijven woningen komen om te verhuren. Daar heb ik geen moeite mee. Ik kan me wel wat voorstellen bij een regeling om te voorkomen dat mensen allemaal een pied-à-terre aanschaffen in Amsterdam. Want dat is dus echt het onttrekken van de woning aan de woningmarkt. Als Rutger Groot-Wassing 10 woningen koopt en daarvan een 9 verhuurt en in de 10e stad gaat wonen, dus heeft niemand daar last van. Want doet hij het nog tegen schappelijke prijzen ook. Maar toch... Ja. Dus u bent voor een woonplicht voor particuliere kopers? Ik vind dat je iets moet verzinnen om pied-à-terre tegen te gaan. Ik hoor geen nee in ieder geval. Je moet even kijken hoe je dat oplost. Maar ja, daar moet je wat mee doen. Want we schieten niks op met straten die allemaal verhuurd worden door mensen die zeggen... handig voor als ik in het weekend een keer wil stappen in Amsterdam. Ja. Ik wil naar de erfpacht zometeen toe, want dat was uw onderwerp wat u meenam. Maar ik wil nog één ding benoemen. Namelijk, er is een fantastisch groot nieuwbouwproject... wat er voor het kerstreces doorheen is gekomen, Havenstad... Nu was ik daar een beetje over aan het zoeken en ik las het havenbedrijf is niet heel enthousiast nog. Ondernemers zijn tegen. U heeft tegengestemd tegen de plannen zoals die nu waren. Ja. U heeft voorgestemd. Nou, ik heb niet gestemd, want ik ben wethouder, maar ik heb voorgestemd. Ja, u zult er niet tegen zijn, hè? Nu mag ik was er hartstikke voor. Ja. Ik was er hartstikke voor. Maar zegt u daarmee ook niet expliciet dat u het havengebied genereert heel veel banen? Bent u er ook voor ondernemers dan in dat gebied? Of kiest u nu echt voor bewoners en zegt u ondernemers moeten even een pas op de plaats maken? Oh, geen misverstand. Diederik zal ook erkennen dat in mijn voorstel aan de gemeenteraad... niet alleen een uitbreiding staat van het aantal woningen... maar ook een uitbreiding staat van het aantal vierkante meters voor bedrijven. Dus dat is niet het punt van discussie. Je kunt volgens mij alle twee doen. Je krijgt misschien voor een deel, in een deel van de haven, andersoortige bedrijven. En ik heb ook gezegd in mijn voorstellen dat we de convenanten die er liggen tot 2028 of 2040, dat we die ook respecteren. Maar wij zullen in Amsterdam woningen moeten bijbouwen. Dan moet je ook bereid zijn om moeilijke keuzes te maken. En moeilijke keuzes kan zijn discussiëren of er gebouwd moet worden in het groen. Kan zijn of er gediscussieerd moet worden door middel van verdichting. Door te zeggen sloop nieuwbouw als het gaat om woningen. En dan moet je zeggen... dan stel je ook ter discussie, moeten we bedrijventerrein niet intensiveren? Ja. Ik vind dat besturen is niet alleen het maken van makkelijke keuzes, is ook het maken van moeilijke keuzes, komen zo nog op het erfpachtdossier. En dat betekent ook dat je dingen moet doen waar je eigen achterban wat onrustig van wordt. Diederik Boomsma, het laatste woord voor u op dit onderwerp. Nee, ik vond het grote bezwaar van dit plan was dat het een plan was voor een havenstad, maar niet voor een haven. En heel veel van die bedrijven die daar nu zitten, die zouden daar dan weg moeten weten nog, hebben geen idee waar ze aan toe zijn. Ik vind het ook in die zin een schoffering van die bedrijven daar. Dat gaat om 60.000 banen, nog meer. En dan kunnen we wel zeggen, ja, maar we willen ook nieuw andere banen uit terughelpen. Maar dit zijn havenbedrijven, die kunnen nergens anders heen. Dus die moeten we behouden voor de stad. Dat is niet waar. Voor een deel kunnen we die inderdaad kunnen we daar bouwen, achter Sloterdijk. Maar een heel groot deel, je kunt nou eenmaal niet zoveel plekken in deze regio, kun je een havenbedrijf voeren. En daar wel, en dat moeten we koesteren. Je weet dat dat niet helemaal waar is. Het mediacollege, of Gastra hoofdkantoor, of Tommy Hilfiger, of de Telegraaf. Dat zijn geen bedrijven die specifiek in een havengebied hoeven te zitten. Nee, maar het gaat echt om bedrijven die daar nu aan het water zitten. Geen misverstand. Als je het hebt over Burger, als je het hebt over Cargill, als je het hebt over de bedrijven die echt gewoon waar de schepen aanleggen, ja, die moet je echt doen aan het water. Maar als we gaan kijken naar het havengebied, dan zitten er heel veel bedrijven die er ook kunnen blijven. Alleen die kunnen daar neerzetten, terwijl er tegelijkertijd onder hun, boven hun of naast hun ook woningen zijn. En natuurlijk, als je het hebt over Vrolijk, het bedrijf wat zich bezighoudt met beton. Ja, A, blijven die in het water zitten, want die heb je nodig voor de schepen. En B, daaromheen kun je weinig, want die dingen maken nogal veel herrie. Goed, dus je moet er genuanceerd naar kijken. Ja. We gaan het over erfpacht hebben, maar als u hier nog hier, want ik had u het laatste woord beloofd op dit onderwerp. Als u nog één zin hieraan wil toevoegen, mag dat. En dan mag u mij meteen vertellen over erfpacht. Hè? Want we hebben het over
Het afgelopen college heeft een systeem waar iedereen kritiek op had. Het voortdurende erfpachtstelsel, waarbij mensen aan het eind van een tijdvak meer kanon moesten betalen voor de grond onder hun huis, naar een eeuwigdurend stelsel omgezet. Daar was u flink tegen. U heeft daar een flinke campagne ook tegen gevoerd op de manier waarop het ging. En u wilt het daar vandaag over hebben. Wat neemt u VVD daarin zo kwalijk dat u dat vanavond wilt bespreken? Nou, allereerst, kijk, eeuwigdurende erfpacht is op zich een verbetering. Wij zijn voor eigen grond. We vinden dat elke Amsterdammer het recht moet hebben om de grond onder zijn eigen woning in bezit te krijgen en te kunnen kopen. Dus in die zin was het een verbetering om over te stappen naar eeuwigdurende erfpacht, dat je niet steeds die enorme herzieningen hebt. Alleen de manier waarop dat is ingevoerd is een ongelofelijke blamage. Want voor heel veel erfpachters, zeker 2/3, is het nog veel erger geworden. En die mensen zijn van de regen in de stortregen beland, omdat het gewoon niet te betalen is. Ja. En dat neem ik de VVD zeer kwalijk, dat ze hier zo slecht op hebben onderhandeld, dat zoveel mensen nu in de penarie zitten. Ik heb echt mensen die konden nachtenlang niet slapen. Er zijn mensen die moeten hun hele AOW afstaan om die erfpacht te kunnen betalen. Of een vijfde van hun inkomen. In allerlei delen van de stad. Hoe groot is die groep? Nou, die groep is, het gaat, kijk, je hebt bijna 200.000 huishoudens op erfpacht. Ja. En zeker 2/3 heeft een enorm probleem, want die verslechteren, die komen gewoon in de problemen. Die kunnen dit niet betalen, een groot deel. Ja. En er wordt eigenlijk, op een zekere zin, wordt er aan 3 miljard afgeroomd, of onteigend van Amsterdammers, veel meer dan nodig. Het was niet nodig. Hier had een veel betere deal moeten komen. En daar moeten we dus ook echt nu snel aan gaan werken. U zei tegen mij een keer, ik sta 100% achter deze deal. Als u dit verhaal zo hoort, wat is dan uw reactie daarop? Nou, ik vind niet dat Diederik gelijk heeft, hè? Nee. Geen misverstand. Maar stel dat Diederik gelijk heeft, dan is er geen probleem, want het is een vrijwillige overstap. Dus dan zullen die mensen die in de ogen van Diederik Boomsma erop achteruit gaan, zullen dus blijven bij een voortdurende contract. Ik ben het niet met Diederik eens. Ik denk dat het een verbetering is. Maar mag ik meteen zeggen, want het geen klopt enkel niet misverstand. Namelijk. Geen enkel misverstand. Ik denk dat het een verbetering is. Je ziet dat de VVD verder wil gaan. Daarin hebben CDA en VVD nooit van mening verschil. Daar vinden alle twee. U wilt ook eigen grond. Ja, en wij zijn de enige twee partijen die dat al heel erg lang vinden. Tot 4 jaar geleden waren er maar 2 partijen die vonden dat erfpachtstelsel in die zin veranderd moest worden. Dat waren CDA en VVD. Daar kwam 4 jaar geleden D66 bij. Die zijn in de vorige periode 180 graden daarin gedraaid. Fijn. Draaien is goed als het maar mijn kant op is. Ja, maar laten we de politieke historie een beetje en kijken naar de plannen. Ja, maar nog steeds was er geen meerderheid die het met Diederik en met mij eens is. Dus heb ik vervolgens inderdaad een deal gesloten met SP. Sluit je een deal met SP, dan voeren ze niet uit wat de VVD wil. Dan kom je uit op een compromis. We zijn dus een flinke stap in de goede richting. Moeten we verder gaan? Absoluut. 1 dingetje, moeten we wel zorgen dat D66, CDA... VVD en ik denk Forum hierin een meerderheid hebben in de gemeenteraad. Want op het moment dat die 4, want nu kon links altijd zeggen, we hebben een meerderheid over links. Dat is helder. En als CDA D60, die op dit punt niet bij links hoort, maar alleen op dit punt VVD en Forum 23 zetels hebben, dan kun je een andere helder beweging maken. Maar ondertussen, Diederik, is er dus een systeem waarvan u, ik hoorde u net zeggen, is niet waar wat u zegt, rondom vrijwillige overstap. Dat meteen even oplossen inderdaad. Mensen kunnen weliswaar vrijwillig overstappen in die nieuwe vorm van erfpacht. Maar de crux is dat die nieuwe manier om die waarde te berekenen, hoeveel mensen moeten betalen, dat is voor iedereen gewijzigd. Dus dat treft ook de mensen die niet overstappen. En de wethouder kan nou wel zeggen van, natuurlijk, wij willen het ook beter, maar met de SP. Maar ik bedoel, de VVD heeft 2 colleges nu in het bestuur gezeten. En 2 keer kwam er een erfpachtplan dat desastreus uitpakt. En 2 keer geeft de VVD dan niet thuis. Dus de Amsterdamse huiseigenaar is gewoon niet in goede handen bij de VVD. Ik vind dat een interessant punt wat u aansnijdt, want daar wil ik uw reactie dan wel op. Nee. Uiteindelijk gaat dit onderwerp, en misschien ook wel rondom de woning, maar gaat ook over vertrouwen. Er is 1 ding dat iemand onderhandelen met Laurens Ivens. En dat is onderhandelen met... Laurens Ivens is er niet. Dus die, vanuit het perspectief van een VVD'er gezien. Dus ik zei ook al, ik vond het leuker besturen met de PvdA en GroenLinks in de vorige periode. Maar met de SP en D60 heb ik wel veel meer voor elkaar gekregen. Hoeveel mensen... Wat in de vorige periode lag, was nog erger. Dat ben ik met Diederik eens. En het lastige is, Diederik, je kunt wel zeggen... En ik snap je punt ook wel. En ik bedoel, je bent ook niet voor niks gefuseerd met de erfpachtpartij. Dit moet ook jouw thema zijn. Maar als jij straks in de oppositie belandt met 1... en ik hoop voor jou 2 zetels... dan bereik je... Nee, maar goed, 3. Die kat heeft u nu 3 keer gemaakt. En u had 6 katten, maar hier heeft u er maar 3. Geen misverstand. De kans dat Diederik
in de oppositie komt, is best wel groot. Ja. En als hij in de oppositie komt, krijgt hij minder voor elkaar. En ik krijg liever 10, 20, 30 of 40 procent van wat ik wil binnen, dan dat ik 100 procent gelijk heb aan de zijkant. Want dan bereik ik helemaal niks. Okay, en dat punt is gemaakt. Het verschil tussen CDA punt en gemaakt. VVD. Nee, maar het punt is natuurlijk dat het uiteindelijk nu slechter is geworden. Slechter dan vorig jaar. Mensen waren altijd gewend, ook in dat vreselijke systeem van voortdurende erfpacht. Nou, je betaalt ongeveer 10% van die woningwaarde. Dat kan je betalen, dan kan je weer afkopen. Nu is dat plotseling, door het plan van deze wethouder, kwam hij eerst met, nou, 80% van de waarde van je huis zou je misschien is aan de grond, mogen we even vangen als gemeente. Nu is dat naar 50% omlaag gegaan. Dit is een enorme verslechtering. En iedere keer ook weer, en zelfs bij die 80% begin januari, dat zie je, en dat is niet alleen de wethouder, maar ook die VVD-fractie heeft er gewoon laten afweten. Want het plan werd gelanceerd en 3 minuten later staat op een website, oh, fantastisch plan. Iedere keer zeggen ze fantastisch plan, het is een verslechtering. Het is gewoon niet geloofwaardig. Ik wil nog één vraag aan u beiden stellen op dit onderwerp. Namelijk, als we het dan hebben over erfpacht, en dan hebben we hebben mooi de situatie geanalyseerd hoe het zo gekomen is. Maar als u nou niet de afkoop van de grond, het in bezit krijgen van de grond er doorheen krijgt. Wat is dan nu volgens u de belangrijkste verbetering waar u op gaat aansturen bij een college dat er eventueel zit? Wat er nu moet gebeuren is dat er echt een eerlijke deal komt voor Amsterdamse huiseigenaren. Dat betekent dat als mensen hebben afgekocht hun erfpacht, dat je dan die contracten gewoon overzet. Afgekocht is afgekocht. Niet bijbetalen. Als mensen nog niet, ja, alleen notariskosten. Als mensen nog niet hebben afgekocht, maar kanon betalen, nou dan zeggen wij, oké, kan je aflossen voor 10% van de waarde van het huis en niet meer. En dat betekent, want nu zit je, dus sommige mensen zitten bijna op de 50 en anderen zitten rond de 30. Betekent dat de gemeente als het ware 3 miljard onteigend van Amsterdamse huiseigenaren. Dat moet stoppen. En wij vinden ook eigenlijk dat de NMA of de AFM of de ACM, dat de autoriteiten naartoe dat onder de loep moeten nemen. Want dit kan gewoon niet doorgaan. Dit is niet eerlijk, dit is niet rechtvaardig. Dit moet nu verbeteren. Ja. En aan u eigenlijk dezelfde vraag. En mijn vraag is dan wederom, als u nou in een coalitie komt, hè, dit is allemaal puur hypothetisch, en u kunt het ook niet er doorheen krijgen, er wordt een compromis, hè, u maakt een moeilijke keuze, u zegt, nou, die eigen grond gaat niet lukken. Wat is dan, vindt u dan het huidige systeem zoals het is, goed, of zegt u wat er nog wel moet gebeuren, waar ik dan op in zal zetten binnen het eeuwigdurende erfpachtstelsel, is dit? Maar weet u, u gaat ervan uit dat ik het verkrijgen van de grond in eigendom het belangrijkste onderdeel vindt op dit dossier, maar dat vind ik niet. Ik vind principieel dat mensen de grond in eigendom zouden moeten krijgen, maar stel dat ik met Rutger Groot-Wassing moet onderhandelen en ik moet kiezen tussen eigen grond of bijvoorbeeld een grotere korting of een lagere BSQ, zal ik eerder voor het tweede gaan. Oké, dus dan is dat uw inzet? Dus dat is mijn inzet. En uw inzet is dan een grotere korting? Ja, en kijk, als je kijkt naar onze twee verkiezingsprogramma's, dan zegt hij gemakshalve 10% en zeg ik gemakshalve even afgrondende systemen 15%. Maar alle twee zeggen wij in ieder geval doorgaan met het verder verlagen daarvan. En ik vind dat belangrijker dan het verkrijgen van eigen grond. Ja. Omdat het tweede namelijk ook direct een financieel voordeel oplevert voor de woningbezitter. En de eerste niet automatisch. Ik moest even grinniken, omdat we hebben dat spelletje al een keer eerder gedaan. Namelijk, hoe hoog zou die korting dan zijn? Is dat een bedrag wat volgens u dan... Wat begint u het met een 1 of met een 2 of met een 3? Precies. Ja. Hoe zou u dat dan, waar zou u dan op inzetten? Ja, goed. In ons verkiezingsprogramma staat heel nadrukkelijk dat wij zeggen van, je moet die 49% naar 30 brengen. En je moet de korting van 25% naar 50 blijven. Nou, 50% van 30 is 15. En via zijn systematiek kom je op 10 kom je uit. Dus dat is in ieder geval waar we naar... Ik snap hier helemaal niks van, sorry. De korting... Nee, maar het klonk als Aad de Mos die een voetbalwedstrijd analyseert. Ja, ik ben wel net zo deskundig. Ja. De korting van 25% gaat u brengen naar 50%. Dat zou dan uw inzet zijn? Nee, dat zijn twee elementen. De buurtstraatquote? Kijk, uiteindelijk gaat het mensen alleen maar om het bedrag wat ze betalen en niet de berekening waarlangs. En wij zeggen twee dingen. De buurtstraatquote die nu maximaal 50 is, zou maximaal 30 moeten worden. Oké. Dat helpt dus voor de mensen tussen 49 en 30, maar niet voor de mensen automatisch zeg maar tussen 10 en 5, nee. Want die zitten al onder die 30. En het tweede is de korting die er nu op zit van 25%. Die zou naar 50 moeten en daar profiteren dan alle huiseigenaren. Van. Ja. Laatste woord voor u. Zou dat een goede verbetering zijn? Het zou absoluut een verbetering zijn. Maar goed, het gaat niet alleen om mooie woorden. Het gaat ook bij een verkiezing om verantwoording afleggen voor gevoerd beleid. En daar schiet de VVD volledig tekort. En ook hier in dezezelfde balie zei de wethouder, nou, ik ga een korting geven. Begint niet met een 1, niet met een 2, met een 3. Ja. Maar wat is het uiteindelijk geworden? Begint wel met een 2. Nee, dat is niet waar. Is wel waar. Nee, ja.
Dat is niet waar, omdat ik net zeg dat er twee elementen zijn die de korting bepalen. Ja. De eerste is dat je dus zegt van we doen een lagere buurtstaatquote. En de tweede is dat je zegt we doen een kortingspercentage over. En die twee gecombineerd verlagen het bedrag wat je moet betalen. Ja. Als je zegt je betaalt nu 100, we gaan op maximaal 50 zitten. En van die 50 geven je een korting van 25%. Waardoor je op 37,5 uitkomt. Dan zullen mensen zeggen 100 wordt 37,5 is een korting van 60. Ik snap het net helemaal. Ja. Ja. In ieder geval wat ik wel hoorde is dat u allebei in wilt zetten op een hogere korting. Op lagere buurtstraatquote. Waardoor uiteindelijk het bedrag voor erfpachters die nog moeten overstappen lager wordt. Geen buurtstraatquote. Nee, dat hele systeem werkt ook niet. Want er zit een financiële hefboom in. Die over 4 jaar explodeert. Oké, helder. Punt 1 is alleen... Ja, heel goed. Ik wil richting de zaal toe, want we zijn bijna door de tijd heen. Ik wil nog wel even twee dingen noemen, gewoon om even duidelijk te krijgen waar u staat. Een belangrijk thema is de vergroening van de stad, duurzaamheid. U zet er heel erg op in, las ik. U vindt vergroening enorm belangrijk. Absoluut. Maar tegelijkertijd wilt u de auto zeker niet uit de stad weren. U wilt het energiebedrijf verkopen. En de hemweg heb ik ook niks over kunnen vinden. Waar zit uw vergroening? Energiebedrijf verkopen, ja, daar gaan we niet over, want het is niet van ons. Dus een wethouder van D66 kan wel een tweetje sturen van we willen de energiebedrijf de hemwegcentrale hemweg verkopen. Hemweg niet, maar afvalenergiebedrijf wel. Afvalenergiebedrijf wel, precies, die willen we inderdaad wel verkopen. Ja, die bedoel ik. Ja. Maar de energiecentrale, dat is gewoon een luchtballonnetje van een D66-wethouder wat niemand serieus neemt. Nee, verduurzaming is ongelooflijk belangrijk. En vergroening ook. En we hebben ook hetzelfde voorstel gedaan voor ecologisch bouwen, natuurinclusief. Er zijn heel erg vergroene daken, verticaal groen. Want ja, dat voegt zoveel toe. De stad wordt er ook mooier van en leefbaarder. En bij u? Nou ja, ik vind het landelijk VVD-standpunt van als het gaat om duurzaamheid en vergroening al snel niet ver genoeg gaan. Vond het bij ons ook de afgelopen jaren buitengewoon en mager. We zijn nu in ons verkiezingsprogramma veel duurzamer geworden. Ik zie zelfs Jasper Groen een klein beetje knikken. Nou, dat wil wat zeggen. Van GroenLinks. Hij zat ook wat te fronsen net hoor. Dus we zijn de goede kant opgeschoven. Ik vind dat wij op het gebied van duurzaamheid als stad veel meer het goede voorbeeld moeten geven. Het Parijsakkoord is niet een akkoord waarbij we van landen, maar vooral ook van steden. Ja, en dus je wilt hier als een goede voorbeeld geven. Ja, absoluut. Ik wil nog één laatste vraag. En dat is eigenlijk een vraag die, denk ik, een klassieke achterbanvraag zou ik willen zeggen. Aan beide heren, ik begin bij de VVD. Wat gaat u doen voor de ondernemers? Nou ja, dat zijn een aantal dingen die daarin spelen. Ik vind dat ondernemers zoveel mogelijk vrijheid moeten hebben om te ondernemen. En dan zit er inderdaad een verschil tussen ons zondag dicht. En ik zeg, bepaal zelf wanneer je open gaat. Verminder dat in het aantal regels. Kijk hoe je ondernemers ook kan ondersteunen. En dat varieert van ondernemers die bedreigd worden via veiligheidsmaatregelen ondersteunen. Tot op het gebied van duurzaamheid. Kijk hoe je ondernemers net de onrendabele top van zaken kunt afhalen. Zorg ervoor dat we ook investeren in de ondernemersgebieden. Denk bijvoorbeeld even aan Amsterdam-Noord, Buikslotermeerplein. Ik weet niet hoe vaak u er komt, maar het is echt een winkelcentrum wat investering nodig heeft. Datzelfde geldt bijvoorbeeld voor een Amsterdamse poort. Ja. Dus help ook echt mee die ondernemersinfrastructuur neer te zetten en zorg ook dat het divers is. Ja. Diederik Boonsma? Ja, allereerst, ik denk, wij zijn niet voor alle winkels dicht op zondag, maar wel voor een soort rustmoment op de zondag. En dat is juist ook om kleine ondernemers te beschermen. Anders worden ze gedwongen om dan open te gaan vanwege de concurrentie. Maar daarnaast, ja, ik denk dat voor ondernemers het belangrijkste is dat ze hun gang kunnen gaan. En dat we ze niet in de weg zitten als overheid. En daardoor moet je dus de regeldruk verminderen. En je moet vooral ook volgens mij een betrouwbare overheid zijn. En dat de ondernemers weten bij wie ze terecht kunnen. En dat de overheid zich aan afspraken houdt en aan termijnen houdt. En daar is ook nog een wereld te winnen. We hebben 10 minuten voor vragen, dus ik zou heel graag willen kijken wie er een vraag heeft. Dat is dan wel handig. En nogmaals dus mijn disclaimer erbij. Een vraag is een vraag en het liefst een beetje concreet op een punt waar u verduidelijking wil. Zijn er mensen die zeggen, ik wil iets vragen? Ja, ik loop naar u toe. Ik vraag me af wat beide partijen van plan zijn om te doen aan scheefwonen in Amsterdam. Ik geloof bijna 10% van de woningen in Amsterdam is... 15. Ja. We wonen mensen die scheef wonen. En ja, volgens mij meer bijbouwen is niet per se een oplossing daarvoor. Uw vraag is helder. Ja, wat gaat u doen aan scheef wonen? Ja, het lastig is, want je hebt gelijk, bijbouwen is niet de beste oplossing.
in Amsterdam nauwelijks mensen te verwijten is dat ze scheef wonen, omdat ze niet naar andere woningen toe kunnen. We hebben gewoon maar 5,5-6% van de woningen die middeninkomen zijn. En die mensen kunnen niet weg, althans die kunnen weg, maar dan moeten ze de stad uit. En onze middelen als stad zijn vooral het bijbouwen van woningen, als het gaat om scheef wonen. En dan moet je dus vooral voor de middeninkomens bouwen. En dat is waar wij ook voor pleiten, 50% van de nieuwbouw. En wat ons betreft 10.000, en doe ik weer getallen, 50% is 5.000, maar die trek je, denk ik. Vierde katje. Dat is heel goed. Nee, maar goed, 5.000 woningen per jaar dus bijbouwen voor de middeninkomens. Ik denk dat dat dus het beste helpt. Ja. Diederik Boomsma? Dat wij kunnen, want voor de rest is het ook landelijk beleid. Diederik Boomsma? Nee, helemaal waar. Dat op dit moment is het zo. Mensen kunnen ook niet veel anders. Want 57% van alle woningen is op dit moment nog een sociale huurwoning. Ja, klopt. Ja, daar woont voor een groot deel wonen daar mensen met een inkomen dat die er eigenlijk niet zo in thuis wil. Maar die kunnen ook nergens anders heen. Dus in die zin is het zo. Als je eenmaal zo'n sociale huurwoning hebt bemachtigd, dan blijf je daar ook zitten. Dat is een soort lot in de loterij. Ook al gaan mensen dan veel meer verdienen. Je hebt overigens ook mensen die andersom scheef wonen. Dus die een laag inkomen hebben, maar in een veel te dure woning zitten. Dat heb je ook. Ja, en inderdaad, de oplossing wat wij daaraan kunnen doen is toch echt meer woningen bouwen. Als jij bouwt voor de middenklasse, dan kunnen mensen die nu eigenlijk te veel verdienen voor sociale huurwoning, kunnen verhuizen naar iets grotere, ruimere en mooiere woning. En dan maak je ruimte voor de mensen die er echt behoefte aan hebben. Een tweede vraag. Ja, daarachter. Mag ik één aanvulling doen? Heel kort dan, want ik ben er bijna. Wat je wel kunt doen is bijvoorbeeld woningen reserveren. Daar zie je nu ook de discussie in de gemeenteraad over, niet specifiek tussen onze twee partijen, maar alle partijen. Door bijvoorbeeld te zeggen, voor onderwijzers, voor politieagenten, voor verpleegkundigen, doen we een reservering. Ik ben aangekomen. Niet voor bepaalde groepen. En daarin verschillen we volgens mij niet van mening. Nee. Hier was een vraag. Mag. Ja. Beide heren geven nu weer aan. Het gaat inderdaad om heel veel bijbouwen. Dat wordt ook in alle campagnes overal nu heel erg aangekaart. Maar uit welke middelen, vraag ik me af. CDA minder concreet dan VVD. Hoeveel we gaan bijbouwen? Waar gaan jullie het uit betalen? Geld is geen enkel probleem. Nee, maar dat is serieus waar. Het gaat zo goed met de economie van Amsterdam, dat als wij woningen bouwen in deze stad, en hier zul je echt geen enkel verschil horen tussen de VVD'er, de CDA'er, de GroenLinks, de SP'er, dat maakt niet uit. Wij verdienen op bijna iedere bouwplannen verdienen we geld. Dus als wij bouwen, zelfs in de 40-40-20 die wij alle twee te ver vinden gaan, dan nog steeds kun je daarmee winstgevende bouwprojecten neerzetten. Je verdient met die tweede 40 en die 20 verdien je zodanig veel dat je die eerste 40 meer kan betalen. Dus geld is als het gaat met bouwen van woningen geen probleem. Nee, sterker nog, we verdienen op dit moment veel te veel aan die woningen. Wij vinden dat de gemeente genoeg moet nemen met lagere grondprijzen, zodat we betere kwaliteit kunnen bouwen. Het is helemaal niet nodig dat de gemeente Amsterdam zoals nu honderden miljoenen winst maakt op allerlei bouwprojecten. Laten we gewoon ook gaan bouwen voor grotere woningen in. Met meer groen, met parken. Investeren in de kwaliteit. Gezinswoningen ook meer. Hier, met name ook gezinswoningen. Hier denk ik dat je geen verschil vindt tussen in ieder geval de 8 partijen die nu in de raad zitten. Ik kan even niet spreken voor ik moet wel de nieuwkomers. Zeggen, want ik vond in het VVD-programma eigenlijk niks terug over de grootte van de woningen. Terwijl wij heel duidelijk zeggen, laten we investeren in grotere woningen, waar ook gezinnen nog in thuis kunnen. En hangt u daar een percentage aan? Nee, geen percentage. Je moet ervoor zorgen, dat moet je per project bekijken wat haalbaar is. Maar we zeggen wel, je moet een lagere grondprijs gaan hanteren, zodat die woningen wat groter worden. Want anders, Amsterdam heeft op dit moment de kleinste woningen van Nederland. Dus niet gek op zich dat je in de grote stad woont, dat je iets kleiner woont. Dat is logisch. Alleen als je niks doet, dan heb je over een paar jaar worden alleen nog maar kleine woningjes gebouwd van 40 vierkante meter. Daar kunnen echt gezinnen niet in terecht. U wilt inzetten op de politie, de verpleegster, de politie, maar die hebben ook een gezin. Mm-hmm. Gaat u ook inzetten op meer gezinswoningen? Het punt is dat op zich grote woningen niet het probleem is in Amsterdam. Bijna de helft van de mensen in Amsterdam is inmiddels alleenstaand. En zelfs meer dan 50%, tussen de 50% en 60%, dat zijn mensen die zonder kinderen samenleven. Ja, omdat die gezinnen de stad uit zijn gevlucht. Nee. Dat moeten we dus terughalen. Ja, maar het probleem zit er dus dat je de doorstroming moet bevorderen vanuit de grotere woningen. Want daarmee speel je grotere woningen vrij in deze stad. Kijk, en ook als we de grondprijzen verlagen, wat Diederik net zegt, dan blijft het nog steeds heel erg duur om in Amsterdam te wonen. En daarnaast speelt een ander aspect mee, dat je kleinere woningen meer kan bouwen dan grotere woningen. Ik bedoel, dat ligt voor de hand. Dus in die zin, eerst ook via de kwantiteit en wel gebouwd in kwaliteit, maar dan niet eventjes in grootte van woningen, zorgen dat we de woningmarkt wat afkoelen. Dan kun je de volgende stap zetten. En dat gebeurt er voor een deel vanzelf door de doorstroming. Ja. Er is hier nog, ik heb nog tijd voor één laatste vraag. Jullie leggen veel nadruk op bouwen, bouwen, bouwen. Terecht, daar ben ik het volledig mee eens. Maar met
de staat van de economie, die op dit moment superhot is, wat jullie ook constateren, fantastisch, dus het gaat geweldig met de stad. Ben je niet bang dat er sprake is van dergelijke uitgestelde vragen op dit moment, mensen die de stad ontvlucht zijn, dat op het moment dat je gaat bouwen er een enorme toestroom komt naar Amsterdam en dat je net dus als wanneer je nieuw asfalt aanlegt, je eigenlijk niks aan het oplossen bent. Achter de feiten aan. Als je niet tegelijkertijd zorgt voor enorm goede OV-verbindingen met al die steden, gemeentes om Amsterdam heen, waar het prima wonen is en waar je alleen binnen 10 minuten op de Dam moet kunnen staan. Volgens mij is de vraag eigenlijk, is een goed OV niet juist veel meer de redding voor de woningmarkt? Nou ja, het is nog sterker. De belangrijkste wethouder in de nieuwe periode is de wethouder verkeer. Want die bepaalt het succes van de stad. Want we moeten echt investeren in de infrastructuur. Niet alleen voor de mensen van buiten naar Amsterdam, maar ook voor de mensen binnen Amsterdam. Dat is één. Twee, daarin moeten we een enorme shift gaan maken van de auto naar het openbaar vervoer en de fiets. Dus bouw ook vooral rondom OV-knooppunten. Want we gaan het echt niet redden als we 100.000 woningen erbij bouwen. Dat dan ook maar het grootste deel daarvan met de auto komt, want dan loopt het mis. Dus openbaar vervoer is het allerbelangrijkste als het gaat om het succes van deze stad. Ver uit belangrijker dan welke andere dan de auto elementen dan ook. Zeker. Ja. Ja. Diederik Boomsma? Ja, dat zou ik net wat anders zeggen, maar ik ben het er wel helemaal mee eens dat we ook heel erg moeten kijken naar de regio. Want we moeten zeker bouwen, maar niet stouwen. En je moet er rekening mee houden dat je niet alles binnen de gemeentegrenzen van Amsterdam kwijt kunt. Dus zeker, je moet ook in de regio kijken naar Zaanstad, naar Haarlem, naar Almere, et cetera. En dat kan alleen als je daar echt metro's aanlegt. Niet eens gewoon openbaar vervoer, dat moeten metro's zijn, want dat is het enige wat dat aan kan. Maar daarnaast vind ik wel dat je ook rekening mee moet houden dat heel veel mensen nog steeds een auto nodig hebben. En zeker als je die gezinnen inderdaad ook terug wil halen naar de stad, dan moet je nog steeds wel nieuwbouwwijken bouwen waar mensen ook met een auto nog terecht kunnen. En dat is ook een beetje misgegaan deze periode. Goed. Hoe beviel het? Eerste debat. De eerste beschietingen? Nou, het ging wel een beetje zoals ik had verwacht. Ja? Diederik? Ik vond het wel. Ik denk dat wij de opwarmer waren. Goed. En dat nu het hoofdgerecht gaat. Nou, dat gaan we zien. Dus er is heel veel nog niet besproken, maar u blijft allebei vast. Ja. Nou. De belangrijkste man van de stad komt nu binnen, dames en heren. De wethouder. De wetsindeling niet meer zo. Nee, precies. In 2014 was hij al lijsttrekker voor GroenLinks. Daarvoor was hij actief in de stadsdeelpolitiek. Hij was onder andere werkzaam bij de FNV. Ik kijk tegenwoordig met iedereen aan, want toen het in het begin misging, ik check het even. En voor zover we de peilingen moeten geloven, en wij proberen hier zo min mogelijk naar te kijken en zoveel mogelijk inhoud te doen, maar maakt hij wel kans om GroenLinks misschien wel een van de grootste partijen in Amsterdam te maken. Rutger Groot-Wassink. Ja. We moeten eerst even voor water zorgen. Ja, ik heb hier nog een karaf. Nou, ik heb al. Heb jij water? Goed zo. Ik ben niet zo vies van Diederik. Ja. Goed. Ook voor jullie eerst even een paar vragen om jullie neer te zetten. En Annabel Nanninga, het zal u denk ik niet verbazen dat ik het toch even noem. Want ik heb ook even gezocht naar wat u allemaal van Amsterdam vindt. U noemde het een onleefbare stad, die voorkomen failliet was, op, over, uit en klaar een crimineel grafgat. En de verhuiswagen stond echt al bijna klaar. Waarom zouden mensen dan op iemand stemmen die zo'n hekel... Nou, omdat die drive daar is en die uitte zich toen heel negatief. Het is natuurlijk heel erg als je hier geboren en getogen bent, als je je kinderen hier hebt opgevoed en je herkent je op een gegeven moment zo erg niet meer in wat er in de stad gebeurt en hoe jij je daar thuis voelt. En dat ik me letterlijk ook
gewoon fysiek bedreigd voel af en toe. Dat je denkt, nou, bekijken maar met z'n allen. En dat gevoel kwam er toen heel cynisch en negatief uit. Maar nu heeft u er wel zin in. Nou ja, nee, maar die kracht is er nog wel. Maar die heeft zich in een heel andere richting gekanaliseerd. Van ja, wacht eens even. Dit gaan we niet laten gebeuren. We gaan dit beter maken. We gaan hiervoor vechten. Je kan heel hard wegrennen, maar je kan ook heel hard dwars er tegenin rennen. En zeggen, wacht even. Oh, ja. dit kan beter. U heeft een 7-puntenplan op de website staan. Maar toen ik zocht, kon ik geen verkiezingsprogramma nog vinden. Komt dat nog? Ja, zeker wel. Oké, dat komt eraan. En heeft u enig idee wanneer dat komt? Snel. Ja. goed zo. Dan heb ik nog een laatste vraag voor u. U bent een controversieel iemand. U heeft uitspraken gedaan als columnist, denk ik, waar in Amsterdam veel mensen van schrokken. U noemde vluchtelingen dobbernegers bijvoorbeeld. Hoe gaat u, dat is mijn laatste vraag voordat ik naar Rutger ga, ook de verbinding maken dat u een politicus kunt zijn voor alle Amsterdammers? Om te beginnen ga ik ervan uit dat Amsterdammers en überhaupt mensen in Nederland volwassen genoeg zijn om het verschil te zien tussen de columnist en de politicus, het verschil tussen die rollen. Jij praat ook niet hetzelfde tegen je moeder als tegen je vriendin. Althans, dat hoop ik voor allebei. Dus dat is een ander verhaal. En wat je daarin wil aankaarten, als opiniemaker of als columnist, is een heel ander verhaal dan een politicus die niet alleen die alarmbel moet luiden, maar die moet die vertaalslag maken en zeggen, nou, die ergernis is je motor, maar dat hoeft niet altijd je uiting te zijn. Of dat hoeft niet altijd. Dus natuurlijk is dat een andere rol. En dat wil niet zeggen dat die motivatie anders is of dat de intentie anders is. Maar je geeft dat wel anders vorm. Ja. Natuurlijk. We komen straks in het debat ongetwijfeld nog op een aantal thema's terug. Maar eerst, Rutger Groot-Welsink. U heeft hier 2 maanden geleden een links pact gesloten met SP, GroenLinks en PvdA. En u was toen de enige die nog verder ging. Want iedereen zei, als we meerderheid hebben op links, dan gaan we samen regeren. Maar u zei, zelfs als we geen meerderheid hebben, dan ben ik ervoor dat we elkaar vasthouden en een partij erbij zoeken om een meerderheid te vormen. Is het wat u betreft nu nog steeds alles of niets? Nou, ik weet niet of dat alles of niets is. Maar volgens mij verbaast het niemand dat ik met zoveel mogelijk linkse partijen wil samenwerken. Dus nee, er is niks veranderd. U zei toen echt heel stellig. U zei namelijk, ik ga het anders niet doen. Nee, ik zei, wat uw vraag was, vindt u dat linkse partijen elkaar samen moeten vasthouden? En ik ben daar op zich voor, ja. Maar gaat u ook een coalitie helpen als u met D66 bijvoorbeeld moet, VVD en PvdA? Nou ja, kijk, het punt wat u nu zelf aangeeft, is dat PvdA en SP daar nog wat koudwatervrees in hadden. Dus ja, ik bedoel, als ik dat wil en zij niet, dan is het natuurlijk wat ingewikkelder. Ja, maar goed, als we van u uit kunnen gaan, dan is nee, dat maar, gewoon... Ja, kijk, het zal niemand verbazen dat ik echt wil dat Amsterdam verandert en dat we een veel socialer beleid in Amsterdam hebben en dat we daar echt een grote shift in maken. En dat kan volgens mij het beste met linkse partijen. Kijk, VVD en D66 zijn in die zin natuurlijk gewoon de status quo. En de vraag is denk ik ook bij deze verkiezingen. Vind je nou dat het nu zo goed gaat dat de huidige partijen door moeten gaan op deze voet? Of vind je dat de stad echt toe is aan verandering en dat het eerlijker en groener en vrijer moet? En daar sta ik voor. Ja. En zou u dan ook, dat is de laatste spelshow-vraag over hoe we gaan schaken straks. Maar zijn er ook partijen die u uitsluit? Of zou u ook met Forum voor Democratie bijvoorbeeld wel willen samenwerken? Nou, kijk, ik ben niet zo van het uitsluiten. Maar wat me wel opvalt is, gisteren keek ik, dat was voor het eerst van mijn leven, naar Business Class. Dat is leuk, hè? Ja, nou, ik vond het was wel een beproeving om dat uit te zitten, maar dat laat... Tielemankeukens, wie wil dat nou niet? Nee, maar wat me opviel is dat Forum voor Democratie zegt wij, we willen redelijk en constructief zijn en zelfs als GroenLinks een goed voorstel heeft, dan zullen we dat steunen. Dat klinkt op zich natuurlijk heel goed, ik ben blij mee. Maar ik vraag me wel af wat daar nou onder zit, want de nummer 2 van Forum voor Democratie zegt, etnische Nederlanders die zijn bang uitgeroeid te raken door massa-immigratie. Dan vraag ik me echt af. En u zegt ook in datzelfde interview, ik ben Forum voor Democratie bloedgroep. Dus als u dat soort taal bezigt, we hebben natuurlijk eerder voorbeelden gezien van Forum voor Democratie. Ik denk dat ik alleen kan samenwerken met partijen die echt voor alle Amsterdammers opkomen en die met alle Amsterdammers die stad willen veranderen. Ja, maar dat is een beetje het rookgordijn van de toon dat mensen natuurlijk graag gebruiken. Dit gaat niet over toon. Nee, dit gaat niet over toon. Hier ligt iets onder van een wereldbeeld, hoe u naar mensen kijkt. Er zit een wereldbeeld in dat natuurlijk iedereen die in deze stad iemand discrimineert, iedereen die iemand zijn club niet inlaat of niet aanneemt als sollicitant vanwege zijn kleur of zijn naam, die gaat Forum voor Democratie op zijn pad vinden. Die zegt, nou, dat is gewoon niet hoe het gaat.
Dus je kan er wel een soort suggestie in proberen te weven van een soort rare ondertoon. Maar wie is hier nou inclusief? Ik heb gezegd, als GroenLinks iets moois voorstelt, dan zeggen wij van Forum, kunnen we meedenken, kunnen we meestemmen, kunnen we helpen? Jij blijft hangen in een soort van, nou, maar ze hebben wel ooit lelijke dingen gezegd. Ja goed, het is wat je inclusief vindt, het is wat je constructief vindt. Nee, maar dat is niet. Ik wil richting de plan. Ik wil iets zeggen voordat u iets zegt. Ja. En dan mag u iets zeggen. Dat we hierna namelijk richting de plannen voor de stad gaan. Dat ik u dan nog één keer, u mag reageren. En ik wil nog één keer horen of u dan ook andersom die handschoen aanneemt. Als Forum voor Democratie iets voorstelt wat u goed vindt. Of u dan ook met hun daarin wil samenwerken. Nee, maar laat het duidelijk zijn. Ik heb zelf enorm gestreden voor radicale democratisering, voor referenda in deze stad. Bijvoorbeeld over erfpacht, waren wij erg voor. Ja, Forum voor Democratie is erg voor democratisering. Voor bijvoorbeeld de gekozen burgemeester. Staan wij helemaal, helemaal aan dezelfde kant. Maar ik vind het nu te makkelijk om te zeggen dat ik het nu over de toon zou gaan hebben. Want deze berichten van de nummer 2 van Forum van Democratie zijn van vorige week. En als je het echt hebt over etnische Nederlanders die worden uitgeroeid door massa-immigratie, daar zit een wereldbeeld onder. Voor de mensen die dat niet weten, Jernas Ramaphosa is zelf niet een blanke blonde Fries van 2 meter. Dat is zelf een donkere jongen, dus dat is misschien maakt relevant. Dat het ja, dat ik wil even Annabel horen. Ja. Dat maakt het wel anders, want wat hij daarmee zegt is niet een soort eigen superioriteit, maar natuurlijk heel duidelijk een soort inleving in een angst die leeft bij mensen. En dan nog is het ook zijn mening en op Twitter. Dus het is heel erg zo'n omweggetje van iemand op jouw lijst zei iets lelijks en het had daarmee te maken. En het maar was maar het op lijkt Twitter. Me relevant. Nee, het is veel inhoudelijker om te zeggen, kunnen wij met elkaar samenwerken op punten? En als u zegt, ik ben voor de buurtreferenda, voor de gekozen burgemeester, ik zeg top. Okay. Zonder reserve in te bouwen. U heeft ook allebei 2 onderwerpen meegebracht waar u het over wil hebben. Laten we beginnen met Rutger en daarna gaan we naar uw onderwerp toe. Rutger, u wilde het heel graag hebben over ongelijkheid in de stad. Groot thema. Kunt u dat specifiek maken? Ja, dat kan ik wel. Ik denk dat iedereen wel ziet en wel voelt dat de stad eigenlijk in hoge mate vercommercialiseerd is de afgelopen jaren. En dat de stad ook in de greep is geraakt van het groot geld. En dat zie je bijvoorbeeld op de woningmarkt. Waar de ruimtelijke segregatie enorm is en waar je in bepaalde buurten bijna geen sociale huurwoning meer over hebt. En tegelijkertijd is het niet alleen ruimtelijke segregatie, maar zie je ook dat verschillen tussen inkomensgroepen enorm zijn toegenomen. Je ziet het bijvoorbeeld kansen in het onderwijs, dat kinderen die niet van, laten we zeggen, witte, hoogopgeleide, werkende ouders hebben echt veel minder kans om een goede schoolcarrière te maken. Maar je ziet die ongelijkheid ook bijvoorbeeld in zorg, in representatie. En er is grote ongelijkheid in de stad. En ik vind dat echt. En wat wilt u daaraan gaan doen? Nou ja, dan kun je per onderwerp kun je daar tal van maatregelen. Maar ik vind het belangrijkste en de belangrijkste waarde is dat we in zekere zin Amsterdam eerlijker delen. En dat we dus kijken hoe we met elkaar die verbinding kunnen maken, heel concreet. Als het gaat over dat onderwijs, hè, het Rijk bezuinigt al lang op wat dan de gewichtenregeling heet. Dat is een ingewikkelde term voor extra geld voor scholen, voor kinderen met bijvoorbeeld een taalachterstand. Ik vind dat we dat als stad gewoon volledig. Vindt u? Nee, ik ben voor meer bouwen voor de middenklasse, maar ik denk waar het om gaat is dat je ziet dat ook die middenhuur, die markt heb je maar heel kort in handen. En ik vind dat de overheid. Als je dat middensegment uitbreidt, en dat kan door de liberalisatiegrens op te rekken en dergelijke, dan kun je veel meer voor die middengroepen doen. Want die zorg voor de middengroepen die delen we wel. Maar laten we wel gewoon ook daarin eerlijk zijn. Een beginnende agent verdient €1700 per maand netto. Die kan echt geen middenhuurwoning van €900 betalen. ik moet hoesten. Rutger had een groter verhaal toen hij begon. Namelijk dat ging over ongelijkheid in de stad waar hij zich zorgen om maakt.
Ziet u dat ook? Dat ging bijvoorbeeld over onderwijs, waar sommige kinderen meer kansen hebben dan andere kinderen. Dat ging over minima die bijvoorbeeld de armoedevoorzieningen niet kunnen betalen. Hoe kijkt u daarna? Nou ja, ik vind het erg ongelijk dat wij na Rotterdam, geloof ik, koploper zijn in bijstand in Amsterdam. En dat er dus wordt gesproken over armoederegelingen en dingen. En het gaat maar niet om het individueel willen verbeteren van het lot van minima. Want ik denk dat iedereen daarvoor is. Maar dat je dat veel meer aan de wortel moet aanpakken. Hoe? En veel meer moet kijken naar hoe komen we van dat enorme bestand mensen in de bijstand af. Ik bedoel niet dat we van die mensen af willen. Ik bedoel dat ze de bijstand uit moeten. Laat dat maar hoe dan? Nou, in Rotterdam heeft bijvoorbeeld Leefbaar een heel mooi plan opgezet. Die hadden zich ten doel gesteld in de vorige raadsperiode om 12.000 mensen versneld uit de bijstand te krijgen met een traject. Die doelstelling hebben ze al binnen 2,5, 3 jaar gehaald. En dat zijn hele kleine twists en tweaks aan het Dat was met een tegenprestatie, toch? Een tegenprestatie, een langere termijn tussen aanvragen en ontvangen van een uitkering. Het actief begeleiden van mensen naar werk. Het mensen die in de schulden zitten, die zich constructief opstellen, helpen met schuldhulpverlening. Hey, ik zeg helemaal niet, laat alles aan de markt over, laat die mensen aan hun lot over. Maar ik zeg wel, als je die ongelijkheid wil bestrijden met armoederegelingen en meer sociale huur bestrijd je geen ongelijkheid. Ja, maar die tegenprestatie is natuurlijk niet een goed systeem. Nee, maar kijk, we willen denk ik allemaal dat mensen aan het werk gaan. Maar als we gewoon kijken. Nou ja, discussie in Amsterdam is veel vaker allerlei armoedeprogramma's. Dat punt is gemaakt. Die zijn ook nodig. Maar als je kijkt naar de mensen die in Amsterdam over het algemeen in de bijstand zitten, zijn dat meestal mensen van 50 plus, laag opgeleid. Laat gewoon heel eerlijk zijn. Ondernemers gaan die mensen niet meer in dienst nemen. Wat we moeten doen, is juist die mensen bij de hand nemen, die mensen begeleiden, niet met een gedwongen tegenprestatie, maar die mensen bijvoorbeeld, wat mij betreft, gesubsidieerd werk geven. Waarom niet? Waardoor ze een zinvolle dagbesteding kunnen hebben, waardoor die mensen volwaardig mee kunnen doen. Waarom geen tegenprestatie? Omdat een tegenprestatie, omdat er tal van onderzoeken zijn die laten zien dat die tegenprestatie niet werkt. Want in Rotterdam verdwijnen mensen vooral uit de bestanden. Dat is niet dat die mensen nou allemaal aan het werk zijn. Die mensen verdwijnen uit de bestanden, omdat hen gewoon het bijstandsrecht ontzegd wordt. Dus nee, dat is niet waar. Jawel, er zijn 12.000 mensen gewoon naar een baan begeleid. Wel vaak tijdelijk, maar naar een baan. En wat is er mis met een tegenprestatie? De afspraken daar zijn duidelijk. Hè? Het mag geen bestaand werk kannibaliseren. Dus het zijn taken waar de maatschappij behoefte aan heeft. Zonder maar dat ik zie niets in een tegenprestatie. Want ik geloof gewoon helemaal niet dat een tegenprestatie ook maar enigszins motiverend werkt. Zeker niet. Waarom voor. Niet? Nou, omdat bijvoorbeeld die groep mensen die ik net noemde, wat het grote deel van de bijstandpopulatie in Amsterdam is, die help je niet met een sollicitatieplicht. Die mensen ontmoedig je daar alleen maar door. En ik vind dat je mensen een nieuw perspectief moet bieden. En dat kan bijvoorbeeld, we hebben nu in Amsterdam die werkbrigade. Dat vind ik echt een goed idee, goed systeem. Ik wil nog iets anders gooien. Want als we het hebben over ongelijkheid, dan hebben we natuurlijk helemaal aan de onderkant. En dat is nou echt een thema waar de politiek de afgelopen tijd enorm mee bezig is geweest. De schuldhulpverlening, mensen die in enorme schulden zitten. Ja. Iedereen heeft denk ik misschien wel de serie Schulden gezien. Wat kunt u voor die mensen betekenen die zo in de schulden zitten? Nou ja, ik ben dus wel voor een tegenprestatie. Ik vind dat er schuldhulpverlening een sociaal concept is, wat je aan mensen die zo diep in de problemen zitten wel verplicht bent. Anderzijds denk ik, GroenLinks is heel erg op het standpunt van schulden overkomen je bijna, alsof het een regenbui is. Ik denk, nou ja, je moet mensen hun eigen verantwoordelijkheid daarin ook niet ontnemen. Ik vind het ook echt niet heel erg bekrachtigend voor mensen om te doen alsof altijd alles ze maar overkomt. Alleen ik vind wel dat mensen daar constructief in zijn en zelf aangeven mee te willen werken, moeten ze natuurlijk alle mogelijke hulp krijgen die er is. Alleen je moet wel echt heel helder die grens trekken in als mensen dwars liggen met sollicitatieplicht of ze steeds meer schulden maken. Je kan daar niet aan blijven werken. Dus er moet echt wel een tegenprestatie in zijn in de vorm van een sociale dienstplicht. Ik vind dat billijk. Je kan niet uitleggen aan mensen die elke dag naar hun werk gaan, die hun kinderen naar de crèche brengen, die rennen en vliegen om het allemaal rond te krijgen. Dat het voor anderen niet zou hoeven gelden. Dat vind ik ongelijk. Nee, maar het gaat er niet om of het voor anderen niet zou moeten werken. Want ik vind het namelijk helemaal geen enkel probleem om belasting te betalen, als ik zeker weet dat mensen daarmee geholpen worden. Omdat wat we zien, is dat bijvoorbeeld het vooral vaak kinderen zijn die daar het meeste last van hebben. En als je ziet in armoedeproblematiek, zie je dat ook de schuldhulpverlening en bijvoorbeeld die hele incasso is een industrie geworden
Die niet tot doel heeft mensen te helpen, maar die tot doel heeft geld te verdienen. Maar dat vind ik echt zo'n jaloezieverhaal. Nee, het is geen jaloezieverhaal. Jawel, want Icasso mensen doen gewoon werk. Dat is hetzelfde als zeggen dokters verdienen aan andermans leven. En het is aan een overheid om daar grenzen. Het is aan een overheid om daar grenzen aan te stellen. En ik vind het heel normaal dat wij zouden zeggen, nou ja, wij gaan dus als overheid proberen. Die rol van hier, als daar immorele dingen gebeuren in de incasso-branche, we hebben daar gewoon wetten over. Als mensen zich daar niet aan houden, dan is dat een probleem. Maar de incasso-branche aan zich zwart maken omdat mensen schulden hebben en omdat zij dat werk doen en omdat zij daar geld aan verdienen. Het gaat om mensen helpen. Nee, maar het gaat om mensen helpen. En ik vind dat maar er zitten nu heel veel kinderen in deze stad groeien op in armoede en dat beperkt hun kansen. Het schaadt bijvoorbeeld hun gezondheid. En ik vind dat wij daar wat aan moeten doen. En kun je dan wat van mensen vragen? Natuurlijk. Ja. Want dat betekent in een heleboel gevallen dat je mensen dus strikter en intensiever moet begeleiden. En dat kost dus soms ook meer geld. En de vraag is, die je met elkaar moet stellen is, ben je bereid daar meer geld voor uit te geven om mensen en uiteindelijk die kinderen te helpen? Of zeg je, nee, we doen de goedkoopste weg. En dat is dan heel vaak saneren. Okay. Ik wil naar het volgende onderwerp toe, want we vliegen er doorheen. Het absolute speerpunt voor Forum voor Democratie, of in ieder geval waar u mee kwam toen we zeiden, waar moeten we het nou echt over hebben? U wilt het hebben over integratie en antiradicalisering. Ja. Vertel. Wat hebben die eigenlijk met elkaar te maken? Nou, dat is dan. Antiradicalisering is natuurlijk heel erg misgegaan. De afgelopen tijd hebben we allemaal kunnen zien die grijze campagne en die ambtenaren die elkaar daar baantjes en de bal in toespelen. Sadia AIT, moet je tegenwoordig zeggen, het is een initiaal geworden, met strafontslag gestuurd. Dat is heel gevaarlijk. Zo'n jihadganger, zo'n jihadronselaar die daar aan het werk wordt gezet om met kwetsbare jongeren te werken. Als een soort deradicalisering. Dat blijkt een wolf in schaapskleren te zijn. Maar hebben wij een probleem in Amsterdam als het gaat om integratie? Ik heb nu even over radicalisering. Okay. Er zijn gewoon kinderen daar door die kerel naar Syrië gestuurd. Mm-hmm. Dat hele dossier moet echt. En de raad heeft er ook in zitten slapen, kennelijk. En wat gaat u eraan doen? Nou ja, wat wij willen als Forum is dat hele antiradicaliseringsapparaat echt helemaal eigenlijk van nul af aan weer opbouwen. Hoe het nu is gegaan, dat... Dus het radicaliseringsteam dat nu in het stadhuis zit, zou u ontslaan? Nou, in ieder geval wat wij zeggen, iedereen moet opnieuw op zijn baan solliciteren. Iedereen moet opnieuw worden doorgelicht. Die sleutelfiguren aanpak moet echt ophouden. Dat cliëntelisme van elkaar baantjes toespelen, we hebben gezien waar dat toe kan leiden. Dat is gewoon dan wil ik, voordat u mag reageren, waar dat toe kan leiden. Kijk, dan hebben wij volgens mij in Amsterdam, ik zal niet zeggen dat er niet dingen fout gaan in de stad, maar geen grote aanslag gehad. Er zijn kinderen naar Syrië afgereisd, die zijn omgekomen, dat ten eerste. En God weet wat ze daar in Syrië hebben gedaan. Kijk, het feit dat hier nog niet iemand met een truck door de Kalverstraat is geploegd, is ook meer geluk dan wijsheid. Maar je weet ook niet wat die mensen daar hebben gedaan. Okay. En we hebben ook een verantwoordelijkheid naar die kinderen toe, die vatbaar zijn voor dat soort geluiden. Ja. En die rare dingen horen via YouTube en van vage predikers, noem het maar. Helder. Rutger, als u dit hoort. Nou ja, ik zou ook wel graag wat u zei. Hè. Kijk, dat er geen aanslag is geweest, wil niet zeggen dat je aanpak goed is, maar ook niet dat die slecht is. Hè. Dat zegt namelijk eigenlijk helemaal niks. Want voor gedeelte is natuurlijk antiradicaliseringsbeleid, weten wij niet. Maar als de vraag is, hè, hier wordt toch gezegd, het is slecht gesteld. Ik ben daar totaal mee oneens. We hebben één ambtenaar gehad die verdacht is van belangenverstrengeling. Dat ligt bij de rechter. Maar de antiradicaliseringsaanpak van deze... Maar dat was de absolute spin in het web, daarin. Nee, dat is absoluut niet waar. Want de antiradicaliseringsaanpak in Amsterdam is vele malen breder, is vele malen groter. Vorig jaar is bijvoorbeeld de dienst, de jongens die schieten, naar Amsterdam toegekomen. Die hele dienst en alle meldingen worden op dit moment doorgelicht. En volgens mij is er dus helemaal geen aanleiding om nu te doen alsof het allemaal maar heel slecht is. Ik bedoel, komt u misschien uit om dat te zeggen. Dan wil ik u ook vragen, geen concrete aanleiding voor. Is er volgens u een probleem met integratie of radicalisering in de stad? Ik denk dat het zo is dat het altijd een slechte zaak is. Waar merkt u dat aan? Nee, maar als mensen in de armen gedreven worden van extremisten, is dat altijd een slechte zaak. En wij hebben uitreizigers gehad. Het is zeer de vraag of je daar als overheid nou echt alleen maar wat aan kan doen. Ik denk dat dat voor een gedeelte... is dat ook een pijnlijke ontwikkeling die bij gewoon de wereld hoort. Maar wat ik het probleem vind, is dat als we stelselmatig groepen maar tegen elkaar op blijven zetten, blijven labelen, apart blijven zetten,
en uit blijven sluiten. Ja, maar je mensen ook in de armen van extremisten nee, drijft. Nee, maar dat is die fabel van dat hè, zodra je problemen benoemt, is het jouw schuld dat kinderen dat doen. En dat doet helemaal niemand. Het zou sterker nog, als je het hebt over integratie bijvoorbeeld. Ik geloof dat de helft van de moskeeën, Marokkaanse moskeeën in Amsterdam inmiddels salafistisch is. Dat is de afgelopen jaren gebeurd. Dat is niet iets wat al lang zo is. Het is heel zorgwekkend. Dat is echt geen prettige stroming waarvan je wil dat... Wij zijn beide vijanden van extremisme. Niemand is voor extremisme. Nee, dat klopt, maar dat zijn we met elkaar eens. Maar waar wij in van mening verschillen, denk ik, is dat ik geloof stellig dat als je heel strikt bent op buitenlandse inmenging, op radicalisering, op ondermijning, op beïnvloeding, dat het juist alleen maar ten goede komt. Dat zegt niets over het uitsluiten. Maar over die buitenlandse... Nee, wacht even. Zijn we het over eens? Kort laatste punt, Annabel. En dan ik kunt dat harde houden. Kritiek op radicale islam en op islamisering en op het steeds meer gescheiden man-vrouw activiteiten, steeds jongere kinderen met hoofddoekjes. Ik denk als je dat veel harder bekritiseert, dat het juist heel erg ten goede komt aan de moslims in Amsterdam, die gewoon hun leven leiden, die geen kwaad in de zin hebben, die gewoon denken wat ze willen denken. Die dat van Forum voor Democratie in alle vrijheid moeten en kunnen doen. En die Rutger. Dat ook beter kunnen als het onderscheid tussen goed en kwaad daar wat duidelijker in wordt. En hier scheiden onze wegen, want je moet hard zijn tegen extremisme. Tegen fundamentalisme ben ik geen voorstander van. Buitenlandse inmenging ook niet voor. Maar het gaat er niet om... Ja, er wordt een mega moskee in Amsterdam. Maar het gaat er natuurlijk... Als je mensen maar blijft labelen en apart blijft zetten, dan drijf je mensen toch al in de handen van extremisten. En ik denk dat dat dus niet helpt. Wat we moeten doen, is juist met elkaar verbinding zoeken en met alle Amsterdammers proberen mensen juist uit de klauwen van die extremisten te houden. En dat doe je dus niet door polarisatie, dat doe je niet door mensen afkatten, dat doe je niet door mensen uit te sluiten, maar door met elkaar juist de verbinding te zoeken waar je ook respect blijft houden voor anderen. Verbinding is een ontzettend platgetreden cruciaal, cliché. Hoe is het verbinding om te zeggen... Hoe is het verbindend om te zeggen de helft van de Marokkaanse moskee in Amsterdam is in handen van salafisten? Oké, dat punt jij en dat gemaakt, benoemen en dan zeg je dat is labelen. Komt een Turkse megamoskee onder gezag van Diyanet. Dat is de Turkse overheid. Dat is dictator Erdogan die daar zeggenschap heeft. Maar daar ben ik ook geen fan van, dat weten u allemaal best. Maar ik ben ervan overtuigd. U bent geen fan van die moskee? Wacht even. Nee, ik ben geen fan van Erdogan. Maar volgens mij is het moet je in die zin passen hier natuurlijk geen makkelijke oplossing. En ik ben echt van overtuigd dat deradicalisering of het voorkomen dat mensen radicaliseren begint uiteindelijk gewoon op school. Ja. En begint uiteindelijk in het gezin. En maar begint op dan de samenleving. Noemt u wel iets, want ik heb vorig jaar was er een rapport van het bureau Duo. Die constateerde dat er op veel Amsterdamse scholen gevoelige onderwerpen niet meer worden besproken. En dat er sprake is van toenemende, tegenovergestelde van integratie, segregatie. Wat kunnen we daar dan als gemeente aan doen? Nou ja, daar kunnen we in ieder geval meer geld voor uittrekken om dat te doen. Dat hebben wij, denk meerdere partijen ook in een verkiezingsprogramma staan. Nou, geld aan bijvoorbeeld hele concrete voorlichting op school. Of het nou gaat over seksuele vrijheid of over de Holocaust. Daar kun je van allerlei onderzoeken. Maar volgens mij gaat het veel meer dat je met elkaar ook op lokaal niveau dialoog opzoekt. Bijvoorbeeld Fena Ulitski, bestuurder van GroenLinks in Amsterdam-West, heeft een programma, Vrij West heet dat, waar je echt op het basale niveau met elkaar als verschillende bevolkingsgroepen, als mensen in buurten, het gesprek aangaat, de dialoog aangaat. Is dat makkelijk? Nee. Gaat het altijd soepel? Nee, natuurlijk niet. Maar het is cruciaal dat je dat blijft doen. En als gemeente stimuleert. Met elkaar blijft investeren. Nou ja, en nog meer doet, omdat ik zie dat de sociaal-economische druk op de stad en die vercommercialisering alleen maar de stad verder versplintert. En dan kom je er dus alleen maar door met elkaar te blijven praten. Ik wil het even concreet houden bij dit voorwerp, omdat het misschien zo mooi laat zien. Die segregatie op school. Dat wij in deze stad zo'n toename zien in geweld tegen homoseksuelen, tegen joden. Daar staan al jaren bij de Joodse school, die kinderen gaan onder marechaussee-begeleiding naar school. Je ontkomt er niet aan om die radicale islam te benoemen. En als je dat blijft wegzetten als stigmatiseren of als tweedeling en dialoog. De dialoog houdt een keer op, Rutger. Wat is uw oplossing dan? Die megamoskee die komt er niet. Daar zitten jongens en meisjes gescheiden les te krijgen. Subsidies activiteiten geeft Amsterdam. Moet je afschaffen. Wat is uw oplossing? Relevante vraag. Dat is het probleem. De oplossing is heel simpel. Het is niet zo simpel. De islamisering. Nee, dan moet je ook even luisteren naar de antwoord. De oplossing is heel duidelijk. Als Amsterdam moeten we ophouden met het subsidiëren van activiteiten in moskeeën, van man-vrouw gescheiden dingen. We moeten kritisch kijken naar wat er in de moskeeën gebeurt. We moeten voorkomen dat er in vreemde talen wordt gepredikt daar. Er moeten mensen
meeluisteren met preken. Wat wordt er gezegd? Wat speelt er in de moskee? Dat moet niet via betaalde sleutelfiguren gebeuren met een soort dubbelrol. Zoals we gezien hebben met die Syriëganger die gewoon de stopra in en uitliep en iedereen er om zijn vinger wond. Die hele tak moet echt worden ontmanteld, opnieuw doorgelicht, opnieuw opgezet. Er zijn echt heel veel basale dingen die we kunnen doen om te laten zien, de radicale islam is hier niet welkom en de gewone moslim is hier veilig, is één van ons, die is hier welkom. Ik wil, want dit is natuurlijk een vrij, het is natuurlijk heel moeilijk om dit concreet vast te pinnen op één punt. Hè? Wat gaan we er nou precies aan doen? Zeker ook in onderwijs, ben ik heel met je eens. Zeker. En praten, natuurlijk ook. Ik wil nog één ding voordat we ook richting de zaal gaan. En ik ben ook benieuwd wat u bijvoorbeeld van Airbnb of toeristenbelasting vindt. Dat gaat allemaal ook in uw verkiezingsprogramma staan. Ja. Maar u bent de voorman en voorvrouw van u vertegenwoordigt een achterban. En dit gesprek gaat natuurlijk veel vaker gebeuren, hè? Misschien ook wel niet trouwens, want ik weet dat niet. Ik hoop het gewoon nog vaak raad zullen maar straks. Wat ik me oprecht afvraag is, hoe kunnen wij dit gesprek voeren op een constructieve manier die, ja, misschien ik dat aan het begin moeten vragen, op een constructieve manier die structureel de punten van Forum voor Democratie. En daarom, dit is een hele lange warrige vraag, ben ik benieuwd aan beide wat u vindt dat de andere partij toevoegt aan Amsterdam op een van de thema's die we net besproken hebben. Een hele flauwe vraag, maar ik wil toch, Rutger, vindt u Forum voor Democratie ergens een toevoeging aan deze stad? Nou ja, linksom of rechtsom is Forum voor Democratie een vertegenwoordiging van, als ze een zetel halen, blijkbaar een electoraat wat ook in Amsterdam is. Dus daarmee heeft het legitimiteit. Ja, dat is ook, ja. Maar dat wil, kijk, ik vind elementen in de dingen die Forum zegt, vind ik echt afgrijzelijk. En die zal ik te vuur en te zwaard ook in de raad blijven bevechten. Want zolang het op uitsluiting gaat, naar racisme riekt, dan zul je mij op je pad vinden. Oh, zijn we dat als met ik nou elkaar wat eens goeds moet zeggen. Wacht even, ik wil dat dan toch even, want u zei naar racisme riekt. Ja. Wat bedoelt u daarmee? Nou ja, ik heb net al gezegd, ik heb net die tweet. En dan kun je wel zeggen, het gaat over de toon. Nee, als de nummer 2 van Forum voor Democratie het heeft over etnische Nederlanders die dreigt te verdwijnen door massa-immigratie, dan zit daar natuurlijk wat onder. Als de partijvoorzitter met een welbekende natie 5 uur gaat debatteren, dan is dat niet zomaar een toevallige ontmoeting om verschillende meningen te horen. Ik bedoel, Thierry Baudet heeft al dingen gezegd over omvolking, Nederland blank zou moeten blijven. Ik heb daar grote problemen mee. Ik wil u daar natuurlijk de kans geven, u zei dat riekt naar racisme en toen begon u een heel verhaal, terecht, of in ieder geval dat recht heeft u, waarin u het woord racisme niet meer noemde. Maar is dat dan wat er volgens u onder ligt? Want ik weet het niet precies. U hint er nu naar, maar durft dan ook niet boter bij de vis te doen? Ik wil het niet. Nou, ik was volgens mij toch vrij duidelijk. Oké. Wat vindt u? Ik vind dat dit dus uitsluitende teksten zijn die niet in het belang zijn van Amsterdam en die mensen in Amsterdam tegen elkaar opzetten. Ja, en daar heb ik grote problemen mee. En ik hoor ook niet nu, mevrouw Nanni gaat daar duidelijk afstand van nemen. Ik hoor mezelf heel duidelijk zeggen Annabelle, dat moslims in deze stad bij ons horen en veilig en vrij moeten zijn. Dus dat is niet zo. En wat ik GroenLinks, toevoegen aan de stad, is dat ik denk dat wij het veel meer met elkaar eens zijn. Het enige wat ik zou willen aanraden is om dat negatieve afzetten en dat kinderachtige profileren tegenover ons een beetje los te laten. Want ik denk dat wij op heel veel punten het wel erg met elkaar kunnen vinden. En wij zijn ook heel erg bereid om daar uiterst constructief in te zijn. Want wat wij allebei willen, wij persoonlijk en onze partijen, is natuurlijk Amsterdam heel veilig en beter en mooier en vrijer maken, vooral voor iedereen. Ik wil naar de zaal dat zo. Dat moet gewoon kunnen met elkaar, Rutger. Dat weet je zo wel. Dit soort uitspraken, hè, als toch we gaan tegen de islamisering af te doen als simpele profilering, dan weet je gewoon niet waar GroenLinks Amsterdam voor staat. Ik wil even, dan gaan we dat vast ontdekken. Ik wil even nog, volgens mij heeft de zaal ook allemaal vragen. Ik voel wat rumoer. Ik wil nog een paar dingen gewoon even kort, want dan is uw programma, hebben we er maar meteen een voorzetje op. En dan wil ik van u ook meteen weten, maar ik denk dat Airbnb, 30 dagen? Nee, in het centrum gaat dat 60 dagen blijven. Mensen mogen zelf in principe weten, als jij 100 dagen gasten in je huis wil, maar je dat zelf weet. Ik snap de druk op het centrum. Ik snap dat het daar druk is. 60 dagen en handhaven. 60 dagen en handhaven. Daar wil ik heel even nog iets over zeggen. Want als jouw eigen buren kotsend over de gang rollen en heel veel lawaai maken, is dat ook verboden. Het maakt niet zoveel uit of je buren dat doen of huurders dat doen. Dus 60 dagen in het centrum, daarbuiten geef het vrij. Spreid je ook het toerisme. Voor u nog even kort, veel mensen zullen het al weten, maar Airbnb 30 dagen, niet waar?
Jazeker, want langer vergroot gewoon de ongelijkheid, omdat het een prijsopdrijvend effect heeft. En ik vind het... Met je eigen huis. Nou ja, en dus de omgeving. En ik vind echt dat de impact die Airbnb op deze stad heeft veel te groot is. En we zien tot nu toe dat handhaving dat gewoon niet aan kan, omdat de massaliteit van Airbnb zo groot is. Ja, maar dan moet je daar aan werken. 30 dagen, dat 30 dagen en veel zwaardere boetes de route is die we op moeten gaan. Dan het andere grote onderwerp is natuurlijk de woningmarkt. Forum voor Democratie, ik dacht misschien is dat wel iets voor jullie. Amsterdam voor Amsterdammers, het idee. Wat vond u daarvan? Voorrang voor Amsterdammers? Nou, wij willen wel, maar goed, dat wij willen wel zeker ook voorrang voor inderdaad verplegers, docenten, politiemensen. Ja. Het woonprogramma is eigenlijk in handen van Anton van Schijndel, onze nummer 3. Maar misschien kan ik een tipje van de sluier oplichten dat wij ook met name de cultuur in Amsterdam-Noord, Noord is echt een echte Amsterdammers, dat we daar willen gaan kijken hoe we mensen die daar geboren en getogen zijn echt in die buurt. Dus misschien een voorrangsregeling op buurtniveau. In die sociale structuur, okay. Rutger Groot-Wassink? Amsterdam voor Amsterdammers? Nee. Nee. Maar het is wel uw linkse pactgenoot die dat voorstelt. Ja, maar een links pact hebben... Er zijn natuurlijk nog steeds verschillen tussen PvdA en SP. Gelukkig maar. Maar Amsterdam is een stad die altijd... die gebouwd is op dynamiek en op immigratie... en op mensen die van buiten komen. En ik reageerde net even op Erik van den Burg... die Laurens Ivers de maat nam. Maar dat ging niet over Laurens Ivers... maar omdat hij Doetinchem aanviel, waar ik toevallig ook vandaan kom. Ja, side note. Ja. Maar de stad is juist gebaat bij de dynamiek. En de essentie van de stad is juist dat we een internationale open stad zijn. En als je dat wil veranderen door Amsterdam voor de Amsterdammers... wordt het hier een hele nare plek. Dus je bent ook voor expats? Nou, ik vind dat je in ieder geval expats niet kunt verbieden. Nee, dat kan niet. Is wel heel... Maar dat is nog wat anders dan dat je zoals dit stadsbestuur in Londen posters ophangt met kom toch vooral naar Amsterdam, want het is hier zo goedkoop. Dat is echt wat anders. Ik vind niet dat je grote bankiers moet verleiden hier naartoe te komen met belastingvoordelen. Nou ja, die geven maar hebben mensen geld uit, recht, hebben mensen het recht? U bent daarvoor, om die wel te verleiden hier naartoe te komen. Je moet grote bedrijven en hun personeel het niet moeilijk maken. Goed, u heeft tot 10 uur gezeten. Daar ben ik hartstikke trots op. Nou ja, dank u wel, misschien ook niet. Maar zijn er vragen? We beginnen hier bij u. En ik zeg het ten laatste keer nog maar. Een vraag is een vraag. Ja, ik heb een hele simpele vraag. Fijn. U bent alle twee voor radicale democratisering, voor gekozen burgemeester. Straks verdwijnt u in de vertrouwenscommissies. Maar ik wil graag van u beiden horen, wie is uw kandidaat voor het burgemeesterschap van Amsterdam? Ik heb geen kandidaat, maar ik zou het fantastisch vinden als het een GroenLinks wordt. En welke? Ik heb daar echt geen idee van. Want meneer Pechtold heeft al een Van Halsema gezin. Ja, maar daar gaat meneer Pechtold dan over. Ik bedoel, ik... Ja, is heel politiek. Nee, maar ik heb Femke Halsema al tijden niet gesproken. Ik zou het echt niet weten. Zou dat voor zijn? Ik zou voor een GroenLinks burgemeester zijn, tuurlijk. Heel politiek. Nee, maar zelfs vandaag op AT5 blijkt dat de meerderheid van de Amsterdammers graag een linkse burgemeester wil. Wat belangrijker is dat ik zou willen... dat we daar als Amsterdammers zelf over gaan. En daar zijn wij het snel over eens. Daar zijn we het inderdaad over eens. Ik wil dat Amsterdammers en sowieso alle mensen in Nederland zelf een burgemeester kunnen kiezen. En daarbij vind ik partijpolitiek volkomen oninteressant. Als Juri Albrecht of Theodor Holman zich verkiesbaar willen stellen, is het ook prima. En als een GroenLinks'er zich verkiesbaar stelt en de meerderheid van de Amsterdammers stemt daar inderdaad op, dan vind ik dat verschrikkelijk, maar dan heeft het volk gesproken. Ja. Dus dat is uw antwoord. Ik heb echt geen naam in gedachten. Nee, juist niet. Ik wil dat iedere Amsterdammer ouder dan 18 zich verkiesbaar kan stellen, ongeacht partijaffiliatie. U heeft al 4 vragen gesteld. We gaan een beetje in de overdrive. Ik wil nog wel even ter verduidelijking, want ik weet niet of iedereen dat weet, ik weet het zelf eigenlijk ook niet precies. Als u nou de grootste wordt, wat u hoopt, is het dan vrijwel zeker dat een kandidaat ook uit GroenLinks? Nee. Is dat iets wat u wel in de lijn... Nee, dat heeft er niks met elkaar te maken. Okay. Wij willen de grootste worden omdat dat de grootste garantie biedt op zo'n groot mogelijke verandering in het... Ja, dat snap ik. Maar er moet een burgemeester komen. Nee, maar dat heeft daar niks mee te maken. Nee. Andere vraag. Ja, u was al geweest. Ik ga eerst even naar die meneer toe. Yes, aan het begin van de avond werd het heel kort. Is het hoorbaar? Nee. Niet? Ja. Hallo, ja. Aan het begin van de avond werd het heel kort aangestipt over de uitspraken die Forum gedaan heeft in het kader van vluchtelingen, dobbernegers en dat soort uitspraken. We hebben in Amsterdam heel veel uitgeprocedeerden. Wat vinden jullie beiden van het probleem? De regering is nog niet in staat om het probleem van uitgeprocedeerden op te lossen. Verkeren deze mensen in een humane situatie, ja of niet? En wat moet eraan gedaan worden om deze mensen wel een humane toestand te geven? Doelt u op de mensen geven van Wij zijn hier? Wij zijn hier, de uitgeprocedeerden en dergelijke. Ja. Oké. Okay.
Nou ja, Annabel. Die mensen moeten volgens... we hebben hier rechtsgelijkheid. En die mensen die weg moeten, moeten gewoon weg. Dat, daar moet gewoon alles op ingezet worden. Ik en bedbadbrood? Dat is geen regeling waar ik per se voor ben. Aan de andere kant, we zijn natuurlijk een beschaafd land. Dus we gaan geen mensen laten verhongeren. Maar we hebben wel een rechtsgelijkheid. Dus dat die mensen bijvoorbeeld steeds pand na pand na pand kraken. Terwijl dat gewoon niet mag. Hè, als je daar uitzondering in gaat maken. Ik las geloof ik in uw programma dat u zegt... we moeten desnoods een gemeentepand daarvoor beschikbaar stellen. Dat vind ik ongelijkheid. Ik vind een heel rare rechtsongelijkheid. Wat ze doen, mag niet. En ze moeten net zo behandeld worden als... ieder ander in deze. Voordat Rutger antwoord geeft, u heeft een vluchteling ook een huis gehad. Hè? En de reden dat ik dat zeg is, vindt u wel dat Amsterdam ruimhartig om moet gaan met het... Nee, selectief ruimhartig. Landelijk zou ik zeggen, ik ben voor dichte grenzen. Wat iets anders is dan helemaal niemand binnenlaten. Dichte grenzen is zelf beslissen wie je binnenlaat. Maar lokaal? Amsterdam ook, die zouden daar selectief in moeten zijn. Degene die ik in mijn huis heb opgenomen, was een homoseksuele jongen uit het Midden-Oosten die geen leven had onder... ja, toch conservatief-islamitische terreur in het AZC. En die mensen die dat tegen hem plegen, kunnen daar gewoon lekker blijven wonen. En hij moest er weg. En ik heb dat op die manier... ja, het slaat natuurlijk nergens op, want het is een druppel op een gloeiende plaat. En wat is dan voor de helderheid uw selectiecriterium? Dan hebben we het helemaal af. Nou ja, goed, ik zou wel voor echt een goede selectieve opvang zijn... van bijvoorbeeld christenen, politieke vluchtelingen, homoseksuele wezen... weet je wel, niet al die... jonge mannen per se. Wat in opvang in de regio kan blijven, moet opvang in de regio blijven. En mensen die lijden onder echt het regime of het bewind in die landen, daar zou je naar moeten kijken. Iemand die lijdt onder het regime van Syrië, mag je... Bijvoorbeeld, of die lijdt onder de mentaliteit die heerst tegen homo's of tegen vrouwen. Rutger. Ja. Ik vind dat, dat wij als stad, zeker met die groep uitgeprocedeerden, dat we daar echt goed voor moeten zorgen. Ik vind dat dat gewoon ons humanitaire plicht. En dat betekent bedbadbroodopvang, maar wat mij betreft is dat 24 uur opvang. Zoals we dat overigens ook voor andere mensen zouden willen, hoor. En inderdaad, wat ons betreft, om dat steeds kraken van panden te voorkomen... zou je daar best tijdelijk gemeentelijk vastgoed voor ter beschikking kunnen stellen. Lijkt me geen enkel probleem. Ja, maar dan kan ik toch ook panden gaan kraken en een huis van de gemeente krijgen? Dat is toch geen gelijkheid? Nee, maar waarom is dat? Nee, want het gaat hier om een groep waarvan sommige mensen na verloop van tijd wel degelijk een verblijfsvergunning krijgen. Waar het hier om gaat, is dat wij als stad te maken hebben met problemen die eigenlijk Den Haag, die het falend beleid in Den Haag, op ons bordje legt. En dan is de vraag, laat je die mensen aan hun lot over? Of passen we rechtsongelijkheid toe? Of ben je medemenselijk en zorg voor die mensen? En ik vind dat je dat moet doen. Nou, okay. Ik vind dat ongelijk. Er is hier nog een vraag. Ja, ik heb een vraag aan Rutger Groot-Wassink. Hoe veilig zijn we in Amsterdam? Want ik als moeder, en als ik dan om me heen kijk, er is wel een angst voor een aanslag. En ik merk gewoon dat ik, u zoekt heel erg naar verbinding. Ik ben heel erg benieuwd naar uw antwoord. Hoe veilig zijn we in Amsterdam? Want er zijn een aantal zoekingen geweest natuurlijk ook rondom Schiphol. Twee dagen. Nee, ik heb het niet over stoplicht. Ik heb het over een aanslag. En met eerlijke antwoord is dat niemand het weet. En ik dus ook niet. Want we weten het heel vaak niet. Want heel veel, als je kijkt naar de grote aanslagen in de grote Europese steden van de laatste tijd, waren dat heel vaak aanslagen die niemand zag aankomen. En wat ik eerder al zei, als je... Nee, maar ik denk dat we ons allemaal wel zorgen maken. Maar de vraag is of dat... Ja. Nee, ik denk... U bent niet bang? Nou, ik maak me wel zorgen om mijn kinderen. Maar ik ben zelf niet per se bang. Maar natuurlijk is het zo dat... Ik ben er echt ten diepste van overtuigd... dat we, als je het maximale wil doen... om een aanslag te voorkomen... we juist met alle gemeenschappen in contact moeten staan... en juist moeten zorgen dat we als gemeenschappen samenwerken. Want ook tekenen van radicalisering... die zie je in een gezin... op een school en op andere plekken. En het gaat er iedereen rechtsstaat kan ook is nou helemaal zo dat dat natuurlijk komen. Niet helemaal te voorkomen is. Die mensen worden echt wel gevolgd, gelukkig maar. Ik wil dat één... je ook repressie daarvoor nodig hebt, daar zijn we het ook allemaal over eens. En dat doet deze stad ook. Rutger, ik wil daar nog aan beide één aanvullende vraag over stellen. Want sinds volgens mij een half jaar, ik heb het eerder nog niet gezien, zijn er bijvoorbeeld betonblokken in de binnenstad geplaatst. Vanuit uw politieke visie is dat iets wat wij veel vaker gaan zien de komende tijd? Dat op straat duidelijk veiligheidsmaatregelen zichtbaar zijn? Ik hoop het niet. Omdat ik ook twijfel of dat zin heeft. Omdat als je echt kwaad in de zin hebt en als je echt kwaad wil, dan laat je je niet door betonblokken tegenhouden. Dat is misschien wel het grote probleem. Ja. En kijk, het is ook niet zo dat ik er per se tegen ben. Maar laten we ook niet de illusie hebben dat een paar betonblokken
slechtwillenden tegenhouden. Wilt u daar iets op aanvullen nog? Nou ja, dat ben ik op zich met je eens. Maar dat je aanslagen niet had kunnen zien aankomen is natuurlijk je reinste kwats. Ik weet nog heel goed uw Europarlementariër voor GroenLinks Argentini. Die zei, ach nee hoor, er zitten helemaal geen terroristen in die vluchtelingenstroom. Dat is hysterie. Nou, dat hebben we gezien. Daarna kwam er een golf van aanslagen in West-Europa. Maar laten we ook eerlijk zijn dat de meeste van die mensen homegrown waren. Heel veel mensen bij betrokken die met die stroom zijn meegekomen. En wat u nu doet vind ik een stuk eerlijker. Dat die credit geef ik u wel. Want als zij meteen had gezegd, jongens, we willen per se al die mensen binnenhalen, want zo is GroenLinks en we kunnen niet uitsluiten dat er een rotte appel tussen zit, was dat een stuk verstandiger geweest dan mensen, al die mensen, dat waren er heel veel die aanslagen allemaal hebben zien aankomen, weg te zetten als het is hysterie. En ik ben het met u eens dat die blokken in mijn stad zijn een schande, maar goed, dat geldt ook voor die bewakingsposten bij Joodse instanties en de Marechaussee bij de Joodse school. En dat is al decennia. Oké. Ik heb hier de... Nou, u heeft de eer van de laatste vraag. Dus het legt ook een beetje druk op u, maar dat kunt u wel, denk ik. Eerst nog een korte reactie op een mevrouw hier. Ik denk nog steeds dat de kans volgens mij duizenden of miljoenen malen groter is dat uw kinderen, een beetje bot misschien, maar eerder onder een vrachtwagen in Amsterdam belanden dan... dat er een aanslag. Dus dat is emotie die ik niet kan... En nu uw vraag? De vraag is van, vooral voor mevrouw Nanninga. Op landelijk niveau is Forum vaak een beetje sceptisch over klimaatverandering. Of het in ieder geval door mensen veroorzaakt wordt. Maar zijn ze op een of andere manier wel voor duurzaamheid? Althans daar maatregelen over te nemen, et cetera. Kunt u een beetje vertellen waarom dan? Ja, van de 7 punten heeft u... Ja, u heeft vergroening in uw 7-puntenplan gezet. Dat staat er zeker in. En wij zijn absoluut voor duurzaamheid, maar wel voor maatregelen die daarin echt goed onderzocht en bewezen zijn. En ik zeg heel echt er meteen bij, ik ben geen klimaatwetenschapper. Ik heb geen hapklaar antwoord voor je daarin. En wat gaat maar u dan ik doen? Ik denk wel dat we niet van die symboolmaatregelen als oude auto's weren voor fijnstof, wat veel meer zoden aan de dijk zet. En dat kun je zo uitrekenen, is die enorme cruiseschepen die in het ei liggen. En wat die uitstoten is geloof ik wel 100 keer wat je met bereikt, wat je met oldtimers wegpesten bereikt. Dus al die maatregelen moet je heel realistisch tegen het licht houden. En zeker wel op een wetenschappelijk fundament. Dat is lokaal mijn standpunt. Ja. Dat is mooi. Maar ik denk dat we echt als Amsterdam heel erg voorop moeten lopen. Omdat ik echt denk dat steden in zekere zin ook de motor kunnen zijn van die verandering. En ook... juist steden met elkaar daar enorme stappen kunnen zetten om klimaatverandering tegen te gaan. En voor Amsterdam betekent het heel concreet dat we natuurlijk echt met die haven aan de slag moeten. Want die kolen en die benzine moeten natuurlijk op termijn echt de haven uit. Maar ook bijvoorbeeld de verduurzaming van de woningvoorraad is een enorme opgave waar we als Amsterdam voor staan. Het was niet per se een doel, maar ik heb meer, daar ben ik het mee eens tussen jullie gehoord dan ik misschien... Ja, dat zei ik toch? Nou, dan, punt voor u. Volgens mij hebben we heel veel besproken. Ik wil voor nu in ieder geval, dus er komen nog zat mogelijkheden om het over al die andere onderwerpen te hebben. Jullie blijven ook vast nog even aan de bar. Zeker. Voor mensen die nog een vraag hebben. Geef ze een warm applaus. Annabel Nanninga en Rutger Groot-Wassink. Graag gedaan. En voor u, dank voor uw komst allemaal. Dit is de eerste van 3 1-op-1 debatten. Zondag is deel 2 met... D66, SP en Denk PvdA. 13 februari is de laatste. Morgen gaan we online met een landelijk lijsttrekkersdebat. En ik hoop u daar ook te zien. Dank u wel voor uw komst. Fijne avond. Tot ziens. Dank Erik.